Dames en heren, bij deze open ik als uw nieuwbakken voorzitter deze raadscommissievergadering. En dat woordje nieuwbakken slaat onder andere ook op het feit dat u slechts een stip in beeld ziet onder mijn beeld. En dat heeft ermee te maken dat het kaartje nog niet op tijd is klaar kunnen komen. Dus u zult het moeten doen met de stip. En voor degene die mij nog niet kent, misschien de kijkers thuis, mijn naam is Gerrit Middelkamp en ik mag deze vergadering voorzitten. Voorzitter, een ieder in deze ruimte, of voorzitter, een ieder in deze ruimte wordt van harte welkom geheten. Dat geldt voor de raadsleden, dat geldt voor de plaatsvervangend commissieleden, voor de aanwezigen op de tribune en natuurlijk ook op de kijkers thuis die geïnteresseerd kunnen volgen wat hier gebeurt. Daarnaast zou ik graag een speciaal woord van welkom willen richten aan twee nieuwe gezichten. Eigenlijk één nieuw gezicht in ons midden. Dat is wethouder Jasper Svaaier. Hartelijk welkom bij deze. En een tweede nieuw gezicht, dat is Leo Bongers. Een soort van oud-gediende, zeg maar, aan deze tafel. Maar in dit geval voor het eerst hier en nu aan deze kant van de tafel. Meneer Bongers, van harte welkom in ons midden als wethouder. Dank u wel. Alsjeblieft. Dan stel ik graag aan de orde de vaststelling van de agenda en de rondvraagpunten. Is er iemand die de agenda zou willen aanpassen? Dat lijkt niet het geval. Dan kan ik u melden dat er twee rondvraagpunten zijn ingediend. De eerste door de fractie van de VOV betreffende het 11 aprilplein. En de tweede van de fractie van de VVD betreffende een brief van de HVO over het centrumplan. En deze rondvraagpunten komen aan het eind van de vergadering bij u terug. Punt 3. Er hebben zich geen insprekers gemeld. En als dat nu ook niet het geval is, dan zijn we daar snel mee klaar en kunnen we door naar punt 4. Vaststelling, afsprakenlijst, raadscommissie 9 mei. Wie wil daarover iets kwijt? Dat wil niemand. Dan kunnen we daarmee de afsprakenlijst vaststellen bij deze. Aan de orde is agenda punt 5. De eerste bestuursrapportage 2018 van de gemeente Ommen. En geachte commissie, ik heb het voornemen om bij ieder agendapunt, met name voor de kijkers thuis die zich wellicht wat minder op de agenda hebben voorbereid, om in het kort aan te geven wat het agendapunt behelst en eventueel waarover een besluit genomen zou kunnen gaan worden. En dat kan wat mij betreft als een nieuwbakken voorzitter ook voorkomen dat fracties zelf nog een keer gaan herhalen over welk stuk of welk document er wordt ingebracht. Dus dan kunnen we het tot eenmalig door uw voorzitter beperken. Met name nogmaals gericht op de kijkers thuis. De eerste bestuursrapportage 2018 is bedoeld om de raad te informeren over bijstellingen van de gemeentebegroting van dit lopende jaar 2018. Dit gebeurt aan de hand van de uitkomsten van de jaarrekening 2017 en andere autonome ontwikkelingen. En nu stel ik de bestuursrapportage aan de orde en ik ga maar ergens midden in beginnen en dan een rondje maken. De fractie van de Partij van de Arbeid heeft het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Wij inderdaad een paar technische vragen, die hebben we al gesteld. We hebben al even een opmerking, een vraag over het samen doen om een. Dat gaat over die generalisten die worden geleverd, deels worden geleverd door onze samenwerkingspartners. En het is nu veel minder personeel dan begroot. Wat dan eigenlijk mijn vraag is, wat was eigenlijk de oorspronkelijke afspraak? En waarom is dat dermate veranderd, waardoor je veel meer personeel moet inhuren? Dat is eigenlijk dat is de vraag. Goed budget, bestuursrapportage. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de woordvoerder van de fractie van de LPO. Dank u wel, voorzitter. We hebben gelukkig net overleg gehad, dus heel veel vragen zijn daarin beantwoord. En dus het enige wat ik nog aanvullend heb is ook over hetzelfde samen doen team. Daar hebben de wethouder net al even over gesproken, maar als fractie van de LPO maken we ons inderdaad in die zin wel zorgen over deze ontwikkeling van het niet leveren en vragen wij ons af van in hoeverre is dan de toegevoegde waarde nog van deze samenwerkingsvorm. En dat zouden we graag een keer het antwoord op hebben, hoe we dat gaan oppakken en aanpakken en naar de toekomst beter en misschien strakker gaan organiseren. Tot zover, voorzitter. Meneer Remmers, dank u wel. Dan is het woord aan de woordvoerder van de fractie van de ChristenUnie. Dank u wel, meneer de voorzitter. Wat dit
onderwerp betreft, de eerste bestuursrapportage van 2018, willen we in ieder geval opmerken dat het een prima, een duidelijk stuk is, ook heel goed te lezen. Tegelijk vinden we het ook wel een wat lastig stuk, omdat als je je afvraagt van wat moet je nu met een onderwerp, dat het karakter van dit document naar onze mening behoorlijk veelzijdig is. De rapportage heeft ongeveer alles in zich. Het is niet alleen informerend, het is ook verantwoordend en houdt zelfs ook wel in zekere zin kredietbesluiten in. En het is per saldo dus meer dan een rapportage. En dat brengt ons in zover ook wel een beetje in de moeite dat wij wat in een spagaat zitten. En daar bedoel ik dit mee, dat we enerzijds op hoofdlijnen willen acteren. Dus genoegen nemen met soort uitkomsten. Tegelijk als in de verantwoording van de verschillende onderwerpen zo'n formulering wordt gebruikt dat hij weer meer vragen oproept dan. Ja, dan hebben we daar ook wel weer wat moeite mee. En dat is dan die spagaat. Hè? Dus we willen ook een zekere verantwoording hebben. Ik heb daar ook wel wat voorbeelden van, maar daar kom ik zo wel op. Als we kijken bijvoorbeeld naar duurzaamheid, dan zie je dat om draagvlak te krijgen, zo zegt de tekst, voor het toekomstig energiebeleid, dat een gedegen proces nodig is. Binnen de bestaande capaciteit geen ruimte. Dan gaan we uiteraard bedenken wat zou dan die ruimte kunnen zijn. Nou, dan denk je aan personeel. Maar als dan incidenteel 50.000 nodig is, dan lijkt ons meer aan de hand dan alleen personeel. Dus graag, hoe zit dat dan in elkaar? We hebben ook een vraag wat de stimuleringsregeling detailhandelscentrum Ommen betreft. Hoe verhoudt dat onderwerp zich nu tot actieplan, centrumplan Ommen? We zien daar eigenlijk wel een relatie in. Of moeten we dat laatste plan, dat actieplan, centrumplan, puur als een ruimtelijk georiënteerd plan zien? En daarmee misschien wel een relatie met, maar niet echt in dezelfde lijn. Om het landgoed het Laar toekomst te bieden is sprake van het opstellen van een visienota aan raison van 30.000. Op zich vinden we dat een prima zaak. Dat is al eens vaker gedaan, geloof ik. Maar kunnen we ervan uitgaan dat die nota ook vooral een businessplan gaat inhouden? Dus meer dan alleen maar op welke mogelijkheden zijn er toch om het wat rendabel te houden. Maar wordt met name rekening gehouden met, laat ik het woord autonoom ook maar gebruiken, de autonome onderhouds- en wellicht renovatiebehoeften van het Laar. Dan een klein vraagje nog. Doelsubsidies, pagina 14. Vroegen we af welke doelsubsidie wij ontvangen van gemeenten. Pagina 14, doelsubsidies. En Ommen schiet erbij in bij de verstrekking van hypothecaire leningen aan medewerkers, lezen we. 25 van hen zijn al gewisseld van hypotheekverstrekker. En onze vraag is dan, blijft het hierbij of kunnen we nog meer verwachten? Met andere woorden, nog meer nadeel. We dachten dat we onszelf misschien wel het antwoord zouden kunnen geven. Daarover wordt u nader geïnformeerd bij de tweede bestuursrapportage 2018. En we dachten dat dat een andere manier was van PM. Dan een laatste kanttekening bij het fietspad Dunnewind. Na het tracébesluit is overleg gevoerd hoe de gevolgen voor de beschermde flora en fauna kan worden voorkomen. Het standpunt van de ChristenUnie was en is duidelijk op dit punt. Dat kan niet. Die discussie doen we niet over, zeker vanavond niet. Het is wel opvallend dat naast alle commotie rond dat tracé er geen reëel inzicht was in de kosten. Hoe kan 57.000 aan kosten worden vergeten? En hoe kan tot een tracé worden besloten zonder voldoende overleg met de provincie, zeker als daar financiële gevolgen aan zitten? Graag horen daar een reactie op. Dan de laatste opmerking, meneer de voorzitter. Er is sprake in het raadsvoorstel van een maartcirculaire. Daar worden negatieve financiële gevolgen van verwacht. Intussen is de meicirculaire verschenen. Is al enigszins een indruk te geven, dus we vragen niet naar precieze gevolgen, indruk te geven hoe die gaat uitpakken voor Ommen. Dank u. Meneer Van der Molen, dank u wel. Dan is aan zet de fractie van het CDA. Mevrouw Bakker. Dank u wel, voorzitter. Allereerst hartelijk dank aan de ambtenaren van de BOH, want die hebben heel snel
schriftelijke antwoorden of schriftelijke vragen beantwoord van de CDA-fractie. Wij hadden er nogal een aantal. Een aantal zijn benoemd ook door de collega's. Omdat als je dit stuk las, dan komt ongeveer heel de wereld van Ommen komt langs. Alleen dan in vogelvlucht. Dus dan krijg je de neiging om te denken, goh, is dit nu een kaderbrief? Is dit nu een terugblik? Kunnen we hier nu nog iets van vinden? Ik ga niet alles opnoemen, voorzitter, maar laat ik alvast zeggen dat de CDA-fractie dit als bespreekstuk wil. Omdat er echt ook wel een aantal zaken in zitten waar we besluiten volgens mij over moeten nemen. Daar waar het gaat over, is het nu nieuw beleid? Is er voldoende geld dan vanuit de BRAP? En moeten we dat in de kaderbrief alsnog weer opnemen? Om maar even aan te sluiten bij wat de heer Van der Mooren ook zei. Voor de brug staat er bijvoorbeeld 50.000. Nou, dat is maar de vraag, is dat dan afdoende? Dat kan wellicht, dat hebben we met elkaar afgesproken in de verkeersvisie, echter. We weten nog niet wat het allemaal teweeg gaat brengen. Dus dan, gevoeglijk denk ik dan dat er ook iets anders nog moet gebeuren. Zo zijn er nog meer zaken rondom, de heer Moerman gaf het al aan en een aantal andere collega's ook rondom Samen Doen. Idem, daarin wordt ook aangegeven van, goh, er zijn blijkbaar afspraken gemaakt. Er is nu, zijn hogere kosten. We hebben netjes antwoord gekregen waar het dan zit. Maar dat zou vanuit de subsidieregeling niet zo kunnen zijn. Dat je dan daadwerkelijk opeens hogere kosten hebt waar wij als raad dan niets van af weten. Dus onze vraag zou dan ook zijn van, goh, hoe zit het dan met andere samenwerkingsverbanden die we dan op die manier afspreken. Waarbij we detacheringsconstructen hebben. Van, letten we daar dan goed op? Kom ik op een aantal zaken, voorzitter. Ik denk dat we dat ook of in de kaderbrief of op een ander moment met elkaar moeten meenemen. Maar bij de huurinkomsten gemeentelijk vastgoed bijvoorbeeld. Daarin zien we dat structureel, hè, dus de huuropbrengsten niet te realiseren zijn van de carousel. Maar ik denk dat we dan met elkaar moeten discussiëren over de functie van de carousel. Hè, want hoe krijgen we het dan structureel sluitend? Want ik heb netjes een antwoord gekregen hoor, van het verschuiven van posten en welke posten. En op zich is dat een technisch correct antwoord, maar ik wil weten, hoe kan het dan? Hebben we dat al niet eerder kunnen constateren? Die energieloket, fantastisch natuurlijk dat we verder gaan. Maar ik denk dat dat ook iets is wat je zo naadloos mee kan nemen in het nieuwe beleid. Want wat willen we dan met dat energieloket? Meer dan wat het nu doet. Eens even kijken. Ik denk een hele belangrijke voor ons, ik hoor heel graag wanneer we die ook exact krijgen, de evaluatie van de Samen Doen team. Ik ben heel blij met het antwoord wat ik kreeg, namelijk dat jeugdzorg, preventieve jeugdzorg, ook nadrukkelijk wordt meegenomen in de evaluatie. Dus dat is prachtig, ik denk dat dat ook heel goed is. Maar innovatiefonds jeugd, ja, dat klinkt toch als nieuw beleid, voorzitter. Dus daar ben ik wel benieuwd naar van, daarmee zeg ik niks over het oordeel van hoe de CDA-fractie daarnaar kijkt, want ik denk dat het prachtig is, maar het ruikt naar nieuw beleid. Eens even kijken. Ja, dan kom ik toch even. Ik heb hem ook al technisch gesteld over de WMO doelgroepenvervoer. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder, hè? Dat je na 3 jaar nog een verevening krijgt. Omdat er geen goede verdeelsleutel heeft plaatsgevonden tussen verschillende gemeentes. En dat het in de toekomst waarschijnlijk ook gaat gebeuren, staat er tussen de regels door. Ik ga er niet vanuit dat dat de bedoeling is, maar misschien kan de wethouder daarop reageren. Dan nog het KIK-project. Daar hebben we wel uitgelegd gekregen hoe het nu precies zit. Maar we zouden ook in mei toch een tussenrapportage krijgen over hoe het nu gaat. En die zouden we dan wel zo snel als mogelijk alsnog ontvangen. Want dan kunnen we ons daar ook in verdiepen. Eens even kijken. Nou, de rest heb ik al wel in hoofdlijnen genoemd. En ik denk dat we met elkaar ook goed moeten kijken. Vandaar dat ik het ook een bespreekstuk zou willen laten zijn. Van wat doen we met al die posten waar staat dat er een overheveling naar de BOH plaatsvindt voor 2019. Willen we dat? Vraag ik aan mijn collega's. Want we hebben, en dat zijn 3 posten maar liefst. Waarin toch iedere keer 20.000 of 30.000 of zoveel wordt overgeheveld over meerdere jaren. Sommige zelfs vanaf 2018 tot 2020, soms nog een jaartje langer. Ik denk dat we in ieder geval daar wel met elkaar over in gesprek zouden moeten gaan van hoe zien we dat dan voor ons? En zijn er dan afspraken gemaakt over wanneer de ontvlechting een feit is? Dat wanneer die gelden niet meer nodig zijn voor de uitvoering van projecten exact bedoeld voor de gemeente Ommen, dat die dan terugvloeien. Tenminste dat soort afspraken zou ik wel willen zien of dat die gemaakt zijn.
Juist om te voorkomen dat je daar gedoe over krijgt in discussies tijdens een zorgvuldig ontvlechtingsproces. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Mevrouw Bakelaar, dank u wel. Het viel mij overigens op dat uw naam ook niet in beeld was. Misschien dat u daar voor de tweede termijn met uw kaartje nog wat aandacht aan zou kunnen schenken als u wilt. En na nu heeft de fractie van de VOV het woord. Meneer de Jonge. Nou, voorzitter, zullen we eens kijken of de naam in beeld komt. Ja, kijk eens. Ja, en ik zal het woord niet meer gebruiken. Ja, voorzitter, allereerst moet mij, want ik hoor een aantal fracties die voor mij aan het woord zijn geweest zeggen van we hebben dit met de wethouder en vooraf besproken. Ik moet eerst zeggen dat ik dat een vrij lastige opmerking vind, want er zitten een aantal mensen thuis te kijken die denken van nou, waar gaat dit allemaal over? Hè, doen we aan achterkamertjespolitiek? Dus ik zou eigenlijk willen oproepen van om, als we dit doen van tevoren bespreken, voorzitter, precies aan te geven van wat er besproken is en wat er gedaan is. Want dat maakt wel een hoop helderder, zowel voor mensen buiten als voor hier in de raadzaal. Meneer de Jonge, een interruptie van mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel. Ik zou de heer de Jonge willen vragen van waar baseert u die aanname op dat er gesproken zou zijn met wethouders? Ik heb zojuist een fractie horen zeggen dat er vooraf een overleg is geweest met de wethouder en dat daar een hele duidelijk uit is geworden. En dat was volgens mij de heer Dick Remmers van de LPO-fractie, mevrouw Bakelaar. Dank u wel. Goed, voorzitter. En dan even terug, want u gaf bij uw inleiding ook al aan dat de bestuursrapportages bedoelt bijstelling van bestaand beleid. En volgens mij gaf mevrouw Bakelaar het ook al aan, want wij zagen in die stukken ook wel een aantal dingen waar wij denken dat het nieuw beleid is en ook een aantal dingen die elkaar doorkruisen. Hè? Het mooie woord van de VVD, crossovers, van waar nieuw beleid, oud beleid door elkaar heen lopen. En dat heeft ons een beetje bevreemd, voorzitter. Wij hebben, net als andere fracties en zoals we met elkaar afgesproken hebben, op dinsdagmorgen wat technisch inhoudelijke vragen gesteld. En ik deel niet wat de heer Van der Mooren aangaf, van dat het zo'n goed helder stuk is, voorzitter. Want wat hebben wij nu gedaan? De VNG die heeft als vertegenwoordiger van ons gedelegeerd naar raadslid nu, wat nu de Vereniging van Raadsleden heet. Die heeft een beoordelingskaart opgesteld waarin je als raadslid kunt beoordelen van hoe je met een raadstuk moet omgaan en waar je vragen op moet stellen. Voorzitter, dit stuk hebben wij gebruikt, dus deze beoordelingskaart, om technische vragen te stellen en ook om ons verhaal hier te doen. En straks zal want ik deel met mevrouw Bakelaar dat wij het ook graag als bespreekstuk willen hebben. En de woordvoerder financiën van onze partij, die vandaag niet hier achter de tafel zit, die zal dan verder op inzoomen. Voorzitter, naar aanleiding van de beantwoording van de technische vragen kom ik toch nog een beetje puntsgewijs op terug en waarvan ook de kijker en de mensen op de tribune, maar ook hier in de zaal, een indruk kunnen krijgen van waar wij vragen over gesteld hebben. Voorzitter, en de eerste die ging over de huurinkomsten. Want daar staat een tekst in dat het aan de ene kant wat geld toegelegd moet worden en de andere kant wat extra opbrengt. En dat streep je tegen elkaar weg. Voorzitter, en ik zou toch wel graag als raadslid, als gemeenteraad, een specificatie willen zien van waar dat nou precies zit. Want hoe kan het nou toevallig zijn dat nou precies dat bedrag in evenwicht komt, dat die weegschaal door die bedragen van tekort en overs gelijk komt te staan. Dus wij zouden graag een specificatie willen zien van hoe die bedragen opgebouwd zijn. Voorzitter, de tweede ging over de houtopbrengst. Want het bevreemde ons dat hier alleen maar één staat, een houtopbrengst van huizen, van landgoed Het Laar. En wij zouden graag willen zien dat er in de toekomst inzichtelijk wordt gemaakt van hoe de, want we hebben nog wat meer bosgronden dan alleen Huis Het Laar, van wat daar de houtopbrengst van is. En dan zou je zo een soort beheersplan aan de raad kunnen presenteren wat de kosten en opbrengsten zijn. En we vragen dat met name voor landgoed Het Laar, omdat wij de indruk hebben van als je daar nu wat meer gaat doen aan productiehout en dat hout goed in de markt zet, dan zou je wat opbrengsten kunnen genereren om de onderhoud van het Laar, zowel gebouw als het landgoed, kostendrekkend te maken. Ja, voorzitter, en dan over de duurzaamheid. Want ook ik weet niet, meneer Van der Moor, u had een vraag? Of vraag dan via u, voorzitter? Ik had inderdaad een vraag. Oké. Voorzitter, over die duurzaamheid.
Want daar zie ik ook wel weer een paar dingen in elkaar die door elkaar heen lopen. Een stukje bestaand beleid, nieuw beleid en wat onderdelen die in het bestuursakkoord gaan. En daar zouden wij toch wel graag willen zien als dit soort stukken gepresenteerd worden aan de Raad, dat daar een scheiding in gemaakt wordt. En dat het college die verantwoordelijk is voor het presenteren van dat stuk, dat hij toch dat nieuwe beleid eruit laat. Dus alleen de aanpassingen van bestaand beleid erin zet. Ja, voorzitter, de jeugdzorg is ook al een aantal dingen over gezegd waar ik niet in herhaling zal vallen om het ook weer niet te lang te maken. De stimuleringsfonds detailhandel, want daar staat die zin over puien en gevels. En wij vroegen ons af of dat nou bedoeld is, bestaande gevelsubsidies die daar in het verleden over verstrekt zijn en misschien nog verstrekt worden. Dan het visiedocument Laar. Want eigenlijk bevreemd het ons dat die 30.000 euro erin opgenomen wordt. Meneer Van der Moor die gaf dat ook al aan, van daar hebben we al heel wat hier in de Raad over gesproken. Er is al heel wat geld ingestoken toen iemand bereid was op advies van de VVD-fractie om het huis uit Laar te verkopen. Waar komt dit nu zo opeens vandaan? Want wij hebben begrepen vanuit de ambtelijke organisatie dat het bedrag opgebouwd is uit een offerte die er gepresenteerd is. En zijn wij toch wel nieuwsgierig wat de inhoud van die offerte is, wat daar nou precies gevraagd is, voorzitter. Want het zou ons nou zo mooi lijken, want wij hebben een raadsvergadering geleden hebben we het gehad over burgerparticipatie en iedereen te betrekken bij visie die wij als raad hebben en waar we mee verder willen. En dit lijkt nog zo'n heel mooi onderwerp om samen met de burgers van Ommen te gaan kijken van wat willen we met het Laar, wat willen we met landgoed het Laar. En vanuit daar, dat zou kunnen wat de heer Van der Moren zei, om vanaf daar zeg maar een stuk om op te stellen van wat je daar, hoe je het wil exporteren en hoe je ermee verder wil. Maar de basis moet er zijn van wat willen we nou precies met huizen het Laar. Wat willen we nou precies met landgoed het Laar? En daar past ook wel een beetje de opbrengsten van de houtverkoop bij. Dus eigenlijk vinden wij dit iets wat niet hier in dit stuk thuis hoort. En we willen graag in de toekomst erover meer denken in het kader van raads- en burgerparticipatie om te onderzoeken van hoe we verder willen met landgoed het Laar. En voorzitter, over het samen doen hebben ook al een aantal fracties iets over gezegd. En ja, ik wil er eigenlijk twee dingen over kwijt, voorzitter. Dat is, waarom is dit ons niet eerder gemeld? Want het is in de informatiebijeenkomst is er iets verteld over hoog ziekteverzuim, dat er inhuur plaats heeft moeten vinden. En in onze optiek hoeft inhuur niet duurder te zijn. Dat kan ook wel wat opleveren als je dat goed in de markt zet. Dus twee vragen van, hoe zit dat met dat in de markt zetten en waarom is dat niet eerder gemeld? Voorzitter, het KIK. Daar zitten voor ons wat, daar behoeft toch nog wat meer uitleg over de bedragen die erin staan. Want er staat 67.000 euro, er staat 47.000 euro gaat over naar de BOH. Maar hoe zit het dan precies met die 20.000 euro? Gaat dat ook naar de BOH? Gaan die er wat voor uitvoeren? Moeten we dat separaat zien? Meneer de Jonge, ik kan me niet helemaal aan de indruk onttrekken dat dit een vraag is die erg naar techniek overhelt. Voorzitter, dat klopt. Wij hebben hier een technische vraag over gesteld aan de organisatie. En de beantwoording die is niet helder. Dus vandaar dat ik hier nog even op terugkom van hoe zit dat met de financiën en wat gaat naar de BOA en wat blijft er hier. Die 20.000 euro, voorzitter, die zit een beetje in ons hoofd van wat gaat daar nou mee gebeuren. En dat heb ik uit de beantwoording niet kunnen halen. Maar in ieder geval goed dat u dit opmerkt, voorzitter. Ja, voorzitter, en dan de aanpassing verkeerssituatie. Want daar zien we rond de Vegbrug een stukje bestaand beleid. Hè? Want we hebben als gemeenteraad een besluit genomen om bij de Julianenstraat kruising Markt daar iets aan te doen. Daar is volgens mij 2 ton uit mijn hoofd voor gereserveerd. Er is een keer 50.000 euro gereserveerd voor de fietsen oversteken te verbeteren. En er staat wat in het bestuursakkoord over. Dus daar lopen volgens mij, en als dat ook hetgeen is wat mevrouw Bakelaar bedoelt, dan sluit dat zeker bij elkaar aan. Van, wij zouden toch wel graag willen zien van, wat gaat dat nou precies gebeuren, wat gaat dat kosten? Want er staan 3 bedragen in. En wij willen juist voorkomen dat het net als bij de stationsweg en al eerder met het fietspad rond de Vegbrug, dat het een beetje hapsnap gaat worden. Van dan een groot bedrag en dan een bedragje voor een fietspad en dan dit. Dus wij zouden graag een eenduidig voorstel in deze willen zien. En voorzitter, was mijn blaadje leeg. Dus dank u wel.
Meneer de Jonge, dank u wel. En dan heeft als ene laatste fractie de fractie van D66 het woord. Mevrouw Wenners. Bedankt, voorzitter. Het meeste is al benoemd, dus daar ga ik niet nog een keer op in. Twee puntjes. Het LAAR, inderdaad, wordt aangegeven van nou ja, burgerparticipatie. Ook wij hebben dat staan en daarin willen wij ook wat aangeven dat we graag zien dat we vooraf betrokken worden om in ieder geval de uitgangspunten en de randvoorwaarden door te nemen, zodat er daarop een visie gesteld kan worden, of dat mogelijk is. En op het KIK-project is ons al het een en ander duidelijk gemaakt met de technische vragen over de budgetten. Mevrouw Bakelaar gaf al aan van we zouden nog een tussentijdse evaluatie krijgen. Daar ben ik ook heel benieuwd naar, want we hebben ondertussen ook vernomen dat de strakke optimistische planning die erin was opgenomen, al bijvoorbeeld binnen een week de mensen allemaal te zien, bij lange na niet is gehaald. Waarop de vraag rijst of dit budget op dit moment dan nog wel afdoende is of dat er misschien een meerkosten aan gaan komen. Tot zover. Dank u wel, mevrouw Wenners. En tot slot meneer De Ruiter, zo te zien. U heeft het woord. Voorzitter, dank u wel. Het voordeel van als laatste aan de beurt zijn is dat er redelijk wat gras voor je voeten is weggemaaid als het gaat om te stellen vragen, want ik had er een stuk of 10. Maar er blijven er een paar van over. Het is niet zo dat ik helemaal sprakeloos ben. Allereerst wil ik, ook de VVD-fractie had technische vragen gesteld. Die zijn uitgebreid door de ambtelijke organisatie beantwoord, waarvoor hartelijk dank. Dan nu de vragen die een wat minder technisch karakter hebben, maar daarom niet minder urgent. En dan zit ik even te kijken wat al gesteld is. Excuses als ik er toch eentje herhaal. Even kijken, jeugdig ommen. Bij de aanbesteding leerlingenvervoer is de verduurzaming van het wagenpark een zwaar punt geweest. En er was enige tijd twijfel of die duurzaamheid wel gehaald werd. En nu is onze vraag, is er een sanctie als die duurzaamheid op enige wijze, vooral in de beginfase, achterwege mocht blijken? Dat is vraag 1. Vraag 2 luidt... Onder aanvullende uitkering onderwijsachterstanden beschikt u over €23.000 euro voor de kosten van een toetstraject voor verhoging van het taalniveau 2F-3F van de pedagogische medewerkers in de voorschoolse educatie. Dat staat er. Maar moet waarvan staat niet voorgelezen worden. Er staat nu, ik herhaal het nog even, dat er €32.000 euro voor de kosten van een toetstraject voor verhoging van het taalniveau van de pedagogische medewerkers. Ik neem aan dat het woordje van moet worden vervangen door voor. Ik denk voor de grap even een makkelijke vraag tussendoor. Ik ga naar leefbaar ommen. In de B-rap staat dat... Even kijken. De ontwikkeling van de HEMA en het 11 aprilplein gaat voorspoedig. Met de nieuwste informatie kunnen we stellen dat het zeker wat betreft het 11 aprilplein misschien wat te optimistisch gesteld is. Maar we komen dat in de rondvraag ook nog even over te spreken. En dan heb ik als laatste nog 2 vragen. Even kijken over, dat is investeringen. Bij de investeringen begroot u €50.000 euro voor fietsinfra. Hoe verhoudt dit, en met dat ik hem lees realiseer ik dat hij me al in zekere zin gesteld is, maar hoe verhoudt zich dit tot het in het bestuursakkoord vernoemde plan met de situatie met betrekking tot de Hessel-Mulletbrug? En dan is de laatste vraag die ik heb, die wij hebben, is... we hebben een besluit genomen over het bedrag dat beschikbaar is voor de aanpassing in Schuringstraat Julianastraat. Dat is €290.000 euro. De aanwonenden zijn aan zet voor hoe dat eruit gaat zien. En ook hier vragen wij of dit niet gaat bijten met de uitkomsten van het nog uit te voeren brugonderzoek. Tot zover onze vragen in eerste termijn. Dank u wel. Meneer De Ruiter, ook u bedankt. Ik moet u achteraf
denk ik, betrappen op toch nog een aanvullende technische vraag die u stelde. Tenzij u hem van tevoren heeft gesteld aan de ambtenaar en niet het juiste antwoord heeft gekregen. Maar het gaat over het woordje van ten opzichte van voor of iets anders. Dat had u misschien achterwege kunnen laten. Maar dat zij u bij deze vergeven. En ik hoop dat de wethouder, de portefeuillehouder, deze vragen voor ons in eerste termijn wil gaan beantwoorden. Het woord aan meneer Schelen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, misschien eerst even algemene duiding van een bestuursrapportage. Wat is dat? Ja, natuurlijk is dit een politiek document. En natuurlijk zitten hier een aantal zaken in die u politiek moet bespreken. Dus, en het zou ook heel goed zijn dat u daar ook, zeg maar, politiek uw mening over geeft in de desbetreffende raadsvergadering. En ik zie de technische voorbereiding en ook dit gesprek als de voorbereiding en de opmaat tot dat gesprek. Want u gaat niet alleen maar kennis nemen van, nee, er zitten ook een aantal duidelijke besluiten in de zin van een technische begrotingswijziging. Er wordt gevraagd ook om een krediet beschikbaar te stellen, om maar een voorbeeld te noemen. Even over de voorbereiding. De voorzitter van de raad heeft u gevraagd, als het kan, de vragen van tevoren even schriftelijk te laten stellen. Nou, dat is voor het eerst geweest, het was even wennen. Niet iedereen haalde de termijn, maar met vereende krachten heeft de organisatie het vandaag allemaal voor elkaar gekregen om echt ook alle vragen te beantwoorden. Dat vind ik echt knap werk en ja, ik denk dat de complimenten vanuit de fracties ook volstrekt terecht zijn. Ik zal ze ook heel graag doorgeven. Daar gaf ik wel even een praktisch probleempje, want de desbetreffende ambtenaar die zei van ja, goh, het zijn heel veel verschillende vragen van drie fracties. Hey, trouwens zijn wel bijna allemaal dezelfde, dat was wel heel opmerkelijk om te zien. Maar er zijn uit heel veel verschillende disciplines, ruimtelijke ordening, maatschappelijk, et cetera. Dus moeten we nou alle ambtenaren laten opdraven. En bovendien, de desbetreffende ambtenaar is vandaag nog eens jarig ook. Dus hij heeft gevraagd of hij naar huis kon om thuis te eten. Ik heb gezegd, weet je wat, doe dat nou maar. Dan ga ik om 7 uur gewoon zitten. En met de technische beantwoording van de drie fracties, die bijna hetzelfde is, ga ik gewoon kijken van wie er dan nog nadere vragen heeft en kijken of dat zeg maar te beantwoorden is. Dat naar aanleiding van de opmerking van de heer De Jonge. Dus we hebben het gewoon pragmatisch opgelost. Met behulp van de technische beantwoording die ervoor lag, hebben wij de overige fracties kunnen bedienen. En zo heeft u als raad elkaar geholpen. Nou, dat vind ik toch een prachtig signaal voor de toekomstige samenwerking. Ik denk overigens wel dat dit is even wennen, hè, dat we dat een volgende keer anders doen, want mijn toetje is er weer bij ingeschoten. Inhoudelijk. Allereerst, heer Moerman, over het samen doen team. Nou, alle fracties hadden vragen over het samen doen team. En dat is ook wel volstrekt terecht natuurlijk, want wat daar gebeurt is best lastig. Wat is er aan de hand? Samen doen team bestaat uit generalisten. Generalisten worden gerecruiteerd uit organisaties, detacheringsconstructie. En dan stellen we vast dat die organisaties niet allemaal generalisten in hun organisatie hebben. Er is een enkeling die zich kan optreden als generalist. Ja, als dan de desbetreffende functionaris ziek is, dan heb je een probleem. Want dan kun je zeggen van, goh, haal uit diezelfde organisatie iemand die niet voldoet aan het profiel van een generalist. Maar dat is niet de bedoeling van het samen doen team. Dus we hebben de harde afspraak gemaakt van, ja, kan je dat niet leveren? Dus dan hebben wij de afspraak van, dan gaat de subsidie naar beneden. En voor dat geld zorgen wij ervoor dat er, zeg maar, vervanging komt. En ja, dan moet je kijken naar de kosten. En dan moet ik helaas de heer De Jonge ongelijk geven. Ik zou het graag anders zien. Maar je ziet dat de kwaliteit van generalist in de zorg en welzijn, is een kwaliteit die niet breed gezaaid is. En als je dan bij uitzendbureaus terechtkomt, dan betaal je meer. En dat is dus, zeg maar, hier aan de hand. Voor ons voldoende reden om dit punt ook expliciet te betrekken bij de evaluatie die aanstaande is. Rond de zomer hebben we een brede evaluatie van Samen Doen. Daarbij pakken we ook het punt van de jeugdzorg. Mevrouw Bakelaar vroeg er al naar. Want jeugdzorg, dat is toegang. Dat zit dus ook bij de Samen Doen teams. Dus dat is een element. Wat we gaan doen is niet alleen praten over van goh, hoe gaat het nou met de samen doen teams. We gaan ook de mensen, hè, de klanten vragen van wat vindt u daar nou van. We gaan de instellingen vragen wat vinden we ervan. Maar we gaan dit organisatorische aspect ook nadrukkelijk meenemen. Want de ophanging van het samen doen team is wel een puntje. En het krijgt natuurlijk extra relief door de ontvlechting van de BOH. Ook daar moeten we naar kijken van goh, hoe zien we dat met elkaar. Dus een belangrijk punt en we komen daar zeg maar direct na de zomer zeker bij u op terug. Daarmee ook denk ik antwoord gegeven op de vraag van de LPO op dat punt.
Dan de heer Van der Mooren. Dank allereerst voor het compliment van de leesbaarheid. Het is wel altijd een afweging. Want nou ja, ik kan me voorstellen dat een aantal van u zeggen van goh, het is alles in vogelvlucht. Maar hoe verwoord je dat? Hè? Nou ja, de jongen had duidelijk behoefte om meer in precisie bepaalde dingen te zien. Nou ja, ik weet nog van 8 jaar geleden had een bestuursrapportage, dat was zo'n pak papier. Dat werd ook niet gewaardeerd. Dus het is even zoeken naar de beste vorm. En ik denk dat we zo langzamerhand de vorm aan te pakken hebben hier. Namelijk, het is compact op hoofdlijnen. U krijgt de gelegenheid om vragen te stellen. Die moeten we zo goed als mogelijk beantwoorden, zodanig dat we het politieke gesprek kunnen hebben. Als dat anders moet, dan hoor ik het graag. U heeft volstrekt dus terecht gezegd, meneer Van der Mooren, dat meer is dan alleen maar een rapportage. Dat is het inderdaad. Duurzaamheid. Meerdere fracties hebben er ook over gehad. Van, ja, is dat nou niet nieuw beleid? Hè? Wat is hier nou aan de hand? Nou, duurzaamheid is hier wel voor aangekondigd al. En dat is ook logisch, omdat het programma in 2018 stopt. Dus je moet wat. Nou ja, dan heeft het college bedacht van ja, dan moet je in ieder geval een nieuw programma maken. Maar wat daar uiteindelijk aan gevolgen zit, want dat is natuurlijk het grote geld, ja, dat is natuurlijk aan de nieuwe raad en dat moet dan ook maar blijken. Dus wat we dan ook voorstellen, en dat is in feite wat hier in feite voor ligt, is oké, geef dan de gelegenheid om dat programma te maken. Dus we maken een voorstel, een programma op basis waarvan de komende jaren het nodige aan duurzaamheid, en dat is nogal wat, kunnen uitvoeren. Voor de goede orde, dit is natuurlijk wel een voorstel die ook in een participatietraject tot stand zal komen. Het is dus niet alleen personele kosten die hier van doen zijn. Dan, meneer Van der Moor, u had ook een vraag over stimulering detailhandel. Nou, ook alle fracties hadden daar al schriftelijke vragen over gesteld. Hoe zit dat nou precies? Nou, het is inderdaad, dat had u al goed begrepen, een onderdeel van het actieplan. En dat betreft inderdaad wat vroeger de puien stimulering was. Dus die 3 keer 50.000 die is hiermee verklaard. Het LAAR, een visienota. Ja, ik denk dat u wel moet weten dat een visienota van het LAAR iets anders is dan dat wat we in het verleden hebben gedaan. We hebben in de afgelopen jaren hebben we heel veel gesproken over de toekomst van het LAAR. Van goh, hoe houden we nou die publieke functie? Zou het eventueel moeten verkopen? Onder welke voorwaarden doen we dat? Maar dit is, en iemand zei dat eigenlijk al, dit is in feite een toekomstvisie op basis waarvan je de exploitatie dicht kan krijgen. Dat is een heel ander verhaal. En dat vergt ook wat andere expertise. We nemen natuurlijk wel graag uw suggestie mee dat we dit ook in een participatietraject meedoen. En ik dacht dat dat ook al een afspraak was in het bestuursakkoord. Nou, over de hypotheken hebben we inderdaad ook vragen gehad. Die zijn, dacht ik, ook al technisch beantwoord door de ambtenaar aan de VOV. Het komt erop neer dat het een aflopend verhaal is en wij daar geen zware risico's meer lopen. Op het moment dat dat aan de orde is, komen we daar natuurlijk in de eerstvolgende bestuursrapportage zeker op terug. Ja, er zijn diverse vragen gesteld over het fietspad Dunnewind. Ik heb daarvan gesuggereerd toen net van ja god, dit zijn zulke technische vragen, misschien moeten we toch maar eens even dat even terugleggen. Ik zou echt hopen dat we nou eindelijk een keer mee klaar zijn en dat we dan ook een keer zeggen van god, zullen we dat pad nou echt een keer gaan aanleggen, want ik zit hier al best lang en een van de eerste dossiers die ik onder mijn oog kreeg was een al te lang lopend dossier van het fietspad Dunnewind. Goh, het zou fijn zijn als we dat nou eindelijk eens beter af te ronden. Dat wou ik toch wel even van mijn hart. Tenslotte, meneer Van der Moor, u vroeg naar de gevolgen van de maart- en de mei-circulaire. Nou, de maart-circulaire, daar hebben we een aparte raadsbrief van gestuurd over die gevolgen. En de mei-circulaire vroeg u naar, van, zijn daar de gevolgen al enigszins van bekend? Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Waarom? Kijk, vroeger wist je vrij snel wat het gevolg was van een verhoging of verlaging van het algemeen accret. Dus je algemene uitkering. En daarnaast had je specifieke uitkeringen. Hè, dat werkte door, en vooral in het sociaal domein. Wat nou zo ingewikkeld is, is dat het kabinet enerzijds het sociaal domein in de algemene uitkering heeft gedaan. Je zou zeggen, dat is mooi, dan heb je die algemene pot. Hè, en als dat verhoogt of verlaagt, dan weet je wat het gevolg is. Maar ze heeft daarboven heeft ze allerlei specifieke maatregelen bedacht met financiële consequenties. Dus mijn ambtenaren zeggen van ja, geef ons SVP daar een beetje tijd voor. Nou, ik denk dat dat
een heel verhaal is. Ja. Dan mevrouw Bakelaar. Ja, het is dus inderdaad een politiek stuk en we gaan het zien. Ik heb, dacht ik, over het Samen Doen Team al het nodige gezegd. U heeft ook de behoefte om nog eens even wat precies te kijken naar de positie van de carousel, het geheel. Ik denk dat neemt het college graag mee. Überhaupt het vastgoedbeleid van de gemeente. Collega Bongers gaat ermee aan de slag, zal zeker een item zijn. Dan het verhaal van het innovatiefonds jeugd. Is dat nou nieuw? Misschien de term wel, maar datgene wat voorgestaan wordt en niet. We hebben begin van dit jaar hebben wij de jeugdnoten in de raad gehad. En daar hebben wij een aantal maatregelen geduid. Waarvan we zeggen van, goh, kunnen we niet meer inzetten op preventief beleid? En wij gaan ons best doen om dat preventieve beleid uit het totale budget te halen. Dus echt de verschuiving van curatief naar preventief beleid. En ik kan, als u daar behoefte aan heeft, ook die wat preciezere preventieve acties kan ik u ook wel noemen. Dus het is niet nieuw. Het is wel vernieuwd, om het zo maar eens te zeggen. En het is binnen het budget van jeugd. Dat is in feite het antwoord op die vraag. Vervoer heb ik, dacht ik, ook al beantwoord. Dat heb ik nog niet beantwoord. Dat zat in de technische vraag. Hoe zit het nou met dat vervoer? Er waren twee aanbestedingen. De eerste aanbesteding ging over het doelgroepenvervoer van een aantal gemeenten. En er was één gemeente, namelijk Oostwijen, waar ook het leerlingenvervoer in zat. De tweede aanbesteding zat bij al die gemeenten, zowel het leerlingenvervoer als het doelgroepenvervoer in. De eerste aanbesteding had Oostwijen, die het leerlingenvervoer daar dus in had, de pech dat de doorwerking van de vervoerstarieven vol op hen werd afgewenteld. Dan denken wij van, dat pakken we mee in de tweede aanbesteding. Alleen het probleem bij de tweede aanbesteding was dat de winst die we daar hadden bedacht uiteindelijk nul werd. En hoe was dat? Omdat we in die tweede aanbesteding een aantal andere eisen hebben gesteld. We hebben in die tweede aanbesteding hogere duurzaamheidseisen gesteld. En we hebben wat dat betreft natuurlijk geweldig prestatie geleverd. Want ik denk dat in Nederland niet veel gaat voorkomen dat in 2023 het openbaar vervoer wat door de gemeente wordt gefaciliteerd voor 100% groen is. Dat komt volgens mij niet veel voor. Dat is dus een prachtig resultaat. Alleen dat merk je wel in de prijs. Dat merk je wel in de prijs. Dus dat was het probleem. Er was vervolgens de vraag natuurlijk van, moet dan Oostwijen als enige bloeden? We hebben met elkaar gezegd van, dat kan niet waar zijn. Dan moet je eerlijk zijn, dan moet je zeggen, dan doe je het ook met elkaar. Er waren ook fracties die zeiden van, maar betalen de anderen dan ook? En pro rato, antwoord ja. Want dat is natuurlijk een terechte vraag. Dan het KIK-project. Ja, we hadden inderdaad beloofd dat we daar in mei nog even op terug zouden komen. Dat wouden we in de klankbordvergadering doen. Alleen die klankbordvergadering is om hele goede redenen niet doorgegaan, want er waren introductieprogramma's op een andere manier. Dus die vergadering is verzet naar september. Maar als er behoefte is aan een raadsbrief nog voor de zomer over de voortgang van KIK, dan kunnen we die uiteraard waar die gewenst is versturen. Ja, en mevrouw Bakelaar had ook nog een algemeen onderwerp en dat is de BOH. Wat moeten we nou doen met overheveling naar het BOH? De inzet en het beleid van het college is van, we doen zaken met de BOH zolang de BOH er is. Iets anders is namelijk buitengemeen verwarrend en dat levert alleen maar extra kosten op. We hebben te doen met een organisatie die voor ons werkt en daar doen wij zo lang als mogelijk zaken mee. Terecht worden dan wel opmerkingen gemaakt van maar als dat dan stopt en er zijn subsidies of andere dingen die specifiek voor Ommen zijn, wordt dat dan in de vereniging meegenomen? En dan is het antwoord natuurlijk uiteraard. Zeker als het gaat dus om gelden, want ik denk dat dat het punt is wat u wou maken, die rechtstreeks uit een programma komen, die dus niet uit de personele pot zelf komen, maar uit het programma, één op één, en dan is het natuurlijk zaak dat je dat in de vereniging meeneemt. Dan de VOV. Ja, heel veel is ook al aan de orde geweest. Allereerst het verhaal van de huur en het vastgoed. Ja, u wil nog iets preciezer weten hoe het nou zit met de plussen bij andere objecten. Dat gaat om meer dan 24 objecten waar kleine plussen op zitten. Maar ik zou zeggen, neem eens contact op met de ambtenaren. Dan krijgt u een beetje gevoel bij de plussen en de minnen van het gemeentelijk vastgoed.
en meer algemeen praten over de carousel. Ik heb het al aangegeven richting mevrouw Bakelaar. Daar gaan we het zeker over hebben. Ja, de houtopbrengst, goede suggestie om te kijken of we zeg maar die exploitatie van het laar, maar dat is natuurlijk een ding, die moeten we rond zien te krijgen en kunnen kijken wat daarin mogelijk is. Duurzaamheid vroeg je ook naar. Hè? Nou, als gezegd, het programma liep af, dus je moet iets. Hè? En het college maakt in ieder geval een voorstel. Dat is in ieder geval wat wij aan u gaan voorleggen. U had een vraag over detailhandel en het actieplan. Ik meen dat ik dat ook heb beantwoord. Het laar heb ik, dacht ik, ook beantwoord. Samen doen heb ik, dacht ik, beantwoord. Oh ja, en hoe zit het nou met het bedrag van het KIK? 67.000, 47.000 en 20.000. Hè? Hoe zit het nou precies? Nou, die 67.000 over twee jaren, daar is 47.000 van personele inzet. En dat is dus BOH-kosten. En 20.000 is gewoon een traject. Dat is dus voor de gemeente. Het kan bijvoorbeeld zijn een scholingstraject voor iemand die we naar werk willen leiden. Nou betaalt de gemeente rechtstreeks. Dus dat is niet vanuit de BOH, dat is vanuit de gemeente. Dat is de reden waarom dat gesplitst is. Dus die 47.000 is BOH, 20 is gemeente. Dat verklaart dat verschil. Even kijken. Ja, en u had, en er waren ook anderen, die zeiden van, goh, gaat het nou precies met de verkeersmaatregelen? En hoever fietst de, zeg maar, het bestaande verkeersvisie, wat we afgesproken hebben, en het nieuwe, bijvoorbeeld het bestuursakkoord, elkaar niet in de wielen? We hebben bij de totstandkoming van de verkeersvisie, hebben we nadrukkelijk ook een aantal besluiten al genomen, om met name een aantal trajecten waarvan we zeggen, dat moet echt in 2018 plaatsvinden, die hebben we gewoon hier in deze bestuursrapportage opgenomen. Dat is dus zeg maar oud beleid. Dat is één. Het tweede is, ja, het raakt natuurlijk wel ook een aantal voornemens waarvan in dit geval de coalitie heeft gezegd dat willen we naar voren halen. En dat gaat dan om de brug. Ja, en het college zegt van, goh, laten we in ieder geval kijken van of we dat kunnen zeg maar opstellen. En we kijken dan vervolgens of daar extra kosten mee gemoeid zijn. En uiteraard komen we dan bij u terug. Dat is in feite de inzet van dat traject. Dan mevrouw Wenners. Nou, u pleit ervoor om bij het laar ook nadrukkelijk te denken aan burgerparticipatie. Dat is natuurlijk ook de bedoeling. Bij KIK had u zorgen over, halen we de planning? Hè? Want er zijn een aantal dingetjes niet doorgegaan. Dat is correct. Het is overigens niet zo dat we ons ernstig zorgen maken over het hele traject. Want ik merk wel dat er erg veel enthousiasme is over deze aanpak zelf. En dat is natuurlijk ook winst. Dan de heer De Ruiter. U had het ook over het vervoer. Ik heb al iets gezegd over de duurzaamheid. Ik hoop dat dat voldoende is. Onderwijsachterstanden, taal en voorschoolse educatie. Eerlijk gezegd weet ik niet meer wat uw vraag was. We gaan kijken of u dat in tweede termijn nog wil weten. Ja, en de 11 aprilplein is iets, gaat iets minder hard dan misschien gedacht. Ja, wat dat betreft, ten tijde van het schrijven van het stuk was het zoals het is. En inmiddels weten we iets meer. En u begreep dat u hier bij rondvraag daar nog op terug wil komen. En ik neem aan dat collega Jasper Zwaaier daar u op kan antwoorden. Ten slotte de 50.000 voor de infra. Oh, dat heeft te maken met de verkeersvisie. Daar heb ik, dacht ik, net zeg maar op geantwoord. Hè. Wat we doen is bij het verkeer, datgene wat we besloten hebben bij de verkeersvisie, bij de totstandkoming van de verkeersvisie, dit moet echt met prioriteit 2018 doen. Dat pakken we nu mee. En nieuwe dingen komen er bij u terug als dat extra kosten met zich meebrengt. Voorzitter, tot zover. Portefeuillehouder, hartelijk dank voor de ruime beantwoording. En we gaan kijken of dat voldoende geweest is. We begonnen bij de fractie van de Partij van de Arbeid. Meneer Moerman, wilt u inbrengen? Dat is het geval. U heeft het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Geen vragen meer. De vragen zijn voldoende beantwoord. Wel even een opmerking. Inderdaad, wat de wethouder terecht zei, het is inderdaad ook een politiek stuk. De ChristenUnie gaf het ook al aan met betrekking tot fietspad Dunnewind. En ik zal ook proberen wat op 3F-niveau wat opmerkingen over te maken. Wij waren met de ChristenUnie volgens mij ook het enige partij geen voorstander van het huidige tracé. Er moet er nu weer geld bij, nog meer geld bij. Wij hopen ook inderdaad, het is bijzonder dat het een keer afgelopen is. Maar wij hadden en zijn nog steeds voor de alternatieve tracé. Zoals ook Staatsbosbeheer en Natuurmilieuvereniging de Verstreek doet. Maar goed, daar zullen wij ook in de raad aanstaande ook uitgebreid op terugkomen. Voorzitter, dank u wel.
Dank u wel. Meneer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Ja, toch nog een aanvullende over het samen doen team. Niet dat de beantwoording onduidelijk was, maar ik had nog wel even de vraag van als nu blijkt, en dat is nu het geval lijkt me, dat die samenwerkingspartners niet kunnen leveren. En als straks blijkt ook dat ze niet structureel kunnen leveren, want we gaan nu al een voorschot nemen van 150.000 euro extra voor heel 2018, terwijl we halverwege zijn. Is de vraag die dan opkomt van is het dan niet handiger als zij aangeven dat ze structureel niet kunnen leveren, om dan toch zelf personeel in dienst te nemen als ze al beschikbaar zijn, in plaats van door middel van een uitzendconstructie wat ons 150.000 euro meer kost dan begroot. Dat is zover, voorzitter. Dank u wel. Fractie van de ChristenUnie. Ja, meneer Van der Moren. Ja, dank u wel. In reactie op de beantwoording door de wethouder, overigens bedankt voor de beantwoording. De meeste vragen zijn ook beantwoord. Toen wij opmerkingen maakten over het LAAR, ging het niet zozeer over, bij ons althans, niet over de vraag de bevolking wel of niet daarbij betrekken. Dat is pas fase naderhand, hè, in de loop der jaren. Waar het ons om gaat, is omdat we in het verleden nogal behoorlijke onderhoudskosten hebben horen komen. Dan heb ik het niet over uitbreiding van het LAAR met allerlei prachtige ideeën. Maar ik heb dat genoemd de autonome kosten van het LAAR zelf. Die onderhoudskosten, die, als ik mij dat goed herinner, loopt in de tonnen. Om dat in ieder geval ook duidelijk op papier te krijgen. En daar vervolgens aan vast te koppelen op welke manier we daar het LAAR bekostigd kunnen krijgen. Dat bedoelde ik dus met, wij bedoelden dat met het businessplan. Het is niet in emotie terechtkomen, maar puur een zakelijke aanpak van waar willen we in de toekomst mee rekening kunnen houden. Dat is één. Twee, wat Dunnewind betreft, ik bedoel zijn fietspad. Gaat het eigenlijk nog niet eens zozeer om het bedrag, hoewel we daar ook wel de nodige ideeën bij hebben, maar veel meer om het proces. Vandaar misschien de wat badinerende opmerking van hoe kan je die 57 mil vergeten te begroten. Daar gaat het ons om, dat proces, daar hebben we de nodige kanttekening bij. Dan een derde punt, en dat is een antwoord op de vraag die de wethouder impliciet stelde. Graag een kickbrief. Dank u. Dat het ook voor ons een bespreekstuk zou moeten worden, dat is wel duidelijk geworden, geloof ik. Meneer Van der Moren, dank u wel. Ik kijk even naar het CDA. Mevrouw Bakela. Ja, dank u wel. Ik ben nog steeds anoniem. Nou, goed. Nee, oh, ik ben er, fijn. Het is een feest van herkenning als je je eigen naam ziet. Ik heb slechts één vraag aan de wethouder. Duidelijke beantwoording, maar we zullen onze politieke afwegingen natuurlijk ook in de raad maken. Ik was toch even in verwarring, want ik weet dat er verkiezingen zijn geweest en dat we heel erg druk zijn geweest vanaf januari tot en met nu. Maar ik heb toch echt geen beleidsnotitie kinderen, jongeren en de kinderen en jongeren langs zien komen. En toch mijn collega ook, maar misschien, ik kijk ook even naar de andere collega's. Nou kan het zijn dat ik even iets, nou dat zou wel heel erg zijn trouwens, maar ik hoop dat ik niet de enige ben dan in deze. Want ik... Ja, ik vind hem schitterend, maar we hebben hem niet hier besproken. Want dat durf ik toch wel aan te geven. Want ik zit ook echt nu naar de collega's te kijken. Maar goed, ik hoor graag wanneer. Dat is een technische vraag, voorzitter. We gaan hier verder niet. Het is een technische vraag. Wanneer hebben wij dit dan besproken? En als dat zo is, dat het wel zo besproken is, dan zou ik alsnog graag daar wel aandacht in willen in de klankbord sociaal domein. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Bakelaar. Het woord is aan meneer De Jonge. Voorzitter, ik moet zeggen dat het mij ook niet bekend voorkomt, maar ik zit niet in de klankbordgroep Sociaal Domein. Voor mij ook in ieder geval de vraag om in de klankbord Sociaal Domein niet alleen over de jeugdzorg, maar ook wat dieper in te zoomen op dat samen doen team en hoe we daarmee mee verder moeten. Want ik begrijp vanuit mijn fractie dat er ook wel zeker behoefte voor is. Ja, voorzitter, ja, over die visienota voor het LAAR. Want als ik het goed begrepen heb, is er ooit eens een raadbrief geweest, nog niet zo gek lang geleden, kort na de begroting, waarin gezegd werd dat er bij de kadernota een visie zou liggen vanuit het college van hoe we daarmee verder willen. Nou, het standpunt van mijn fractie kent u daarin. Maar ik zou toch graag, want ja, wat de ChristenUnie zegt, daar zit bij ons in ieder geval wel wat verschil in. Want het Huis het Laar is weer, als ik goed geef, weer van een aantal jaren verhuurd. Hè? Dus we hebben daar stappen in genomen. Er is inderdaad onderhoud. Het onderhoudsplaatje hebben we ooit een keer gezien. Hè? Maar wat mij betreft is een visiedocument samen met de inwoners. En ik ben blij dat het college zich achter
de raad schaadt door te zeggen van nou hier gaan we de burgers bij betrekken. Samen met de burgers kijken van waar willen we daar nou mee naartoe met het gebouw. En van daaruit opbouwen naar een visiedocument en een businessplan. En niet andersom eerst een businessplan, visiedocument en dan met, tegen de inwoners zeggen van hier heeft u nog twee pakketpaaltjes en een hamer. En daar mag u nog wat van vinden. Dus de participatietraject toegezegd zijn we zeker bewend. Ja voorzitter, wat het fietspad Dunnewind betreft, ik begrijp het niet meer. Want we hebben hier democratisch besloten dat we met het fietspad aan de slag gaan. Er waren inderdaad twee fracties tegen, maar de rest voor. In februari 2014 was het, voorzitter, toen uw buurman, meneer Bongers, een week voor de verkiezingen met een motie kwam die met algemene stemmen werd aangenomen. Dus het, wat ons betreft wordt het tijd om daarmee aan de slag te gaan. En wij kunnen het zeker vinden voor het bedragen die er staan. Alhoewel wij een oproep, wel een oproep aan u doen om nog wel even een beetje te masseren in de richting van een van de buren die daar ook nog een mening in heeft. En dan kunt u misschien gelijk de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid meenemen in het massagetraject dat ze toch ook nog overgaan. De raadsbrief wat KIK betreft, voorzitter, nou, daar staan wij volledig achter. En misschien kunnen we daar, want daar hebben wij ook zeker wel behoefte aan van buiten de raadsbrief om, eens een keer in een benen op tafel sessie met elkaar te, in gesprek te gaan van waar willen we nou precies met dat KIK heen. Want dat gaat ons niet, niet ver genoeg, voorzitter. Daar kun je, daar zouden we toch wel graag grote stappen in willen maken. Ja, voorzitter, en ik heb goed gehoord wat de wethouder beantwoordde over de verkeersmaatregelen. Maar daar komt bij mij toch wel de vraag op van gaan we nu versnipperd beleid uitvoeren daar? Of gaan we in één keer, want dat was ook de intentie van mijn eerste vragen en ook een beetje de technische vragen, of gaan we dat bij elkaar bundelen dat het in één keer goed komt? Want ik zou me toch niet kunnen voorstellen dat wij als raad zeggen van nou, we komen drie projecten en dan gaan we nog eens kijken of we voor die vierde nog wat centjes over hebben en die gaan uitvoeren. Dus de vraag is aan het college van komt u in één keer met een voorstel voor beleid of gaat u het zoals het in het stuk staat versnipperen? Meneer de Jonge, dank u wel. Mevrouw Werners? Niet. Meneer de Ruiter? Wel, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Twee zaken. De eerste was, Portofuilo heeft inderdaad gehad over het duurzaam vervoer, maar mijn vraag was concreet, mocht die duurzaamheid nou niet meteen in het begin voor de volle 100% blijken, is daar dan mogelijk een sanctie of iets dergelijks denkbaar, ten einde dat wel voor elkaar te krijgen? Dat is één. En de tweede, dat is, ja, nu kom ik een beetje in een dilemma, want dat betrof mijn vraag over het woordje van of voor. En portefeuillehouder vroeg mij de vraag te herhalen, maar u, voorzitter, gaf aan dat het een technische vraag was en of ik dat maar niet wilde doen. Ik kies toch voor het eerste. Bladzijde 10 voor de duidelijkheid van het eerste bestuursrapportage, onderste alinea. Ik ga niet de hele zin voorlezen, maar ik ga hem inkorten. Even kijken, €32.000 en dat is dan bedoeld, en dat is echt de laatste zin, voor de kosten van een toetstraject voor verhoging van het taalniveau 2F, 3F van de pedagogische medewerkers. Nou, ik geloof niet dat die pedagogische medewerkers €32.000 nodig hebben om hun taalniveau te verhogen. Derhalve zou het woordje van waarschijnlijk voor moeten zijn. Dat was mijn vraag ter bevestiging. Dank u wel. Meneer de Ruiter, ook u bedankt. Ik blijf erbij dat dit toch een technische vraag is. En het siert u dat u zo vasthoudend blijft in het stellen van uw vraag. En ik kan me voorstellen dat de portefeuillehouder hier in tweede termijn vrij eenvoudig antwoord op zou kunnen geven. En ik hoop sowieso dat de portefeuillehouder op alle nog blijven liggende vragen een antwoord geeft, zodat we niet open eindjes hebben in technische zin naar de behandeling in de raadsvergadering van over twee weken. Het woord is aan de portefeuillehouder. Ja, laat ik beginnen met de belangrijkste, de laatste. Het gekke is dat je op twee manieren kan lezen. Kijk, want ik kan me voorstellen dat het gaat om dat toetstraject. En als, als het gaat om een toetstraject en de extra kosten, ja, dan helpt dat natuurlijk die pedagogische medewerkers. Evident dat het uiteindelijk gaat om een taalniveau van mensen. Dan laten we in ieder geval met elkaar afspreken dat het gaat om dat toetstraject. Daar hebben we extra geld voor. En het is ten behoeve van mensen. Van degene die het willen lopen.
Dat lijkt me evident. En verder ben ik er niet zo van. Maar ik ben er wel voor. Samen doen. Ik denk dat de heer Remmers terecht zegt van ja, goh, we moeten ook betrekking hebben, we moeten ook met de instellingen in gesprek als zij niet echt kunnen leveren, als het een structureel probleem is. Want ja, dan moet je inderdaad eventueel afscheid kunnen nemen van de instelling. Dat zijn we met elkaar eens. Dat is wel een allerlaatste, want we stellen met ja, toch op hoge prijs dat zoveel instellingen bereid zijn om mensen te leveren. Dat heeft een waarde in zich, hè? Want op het moment dat je mensen hebt vanuit een instelling, dan heeft het natuurlijk ook weer een doorwerking in die instelling zelf. Dat heeft wel een bepaalde waarde. Maar u heeft gelijk, dit mag geen structureel punt zijn, want dan moeten we er echt een andere maatregel doen. Overigens, voor de goede orde, het Samen Doen team heeft vanmiddag een introductie gegeven aan de beide nieuwe wethouders. En hebben ook aangegeven van, goh, als nou behoefte is aan eens een keer iets van een excursie, dan zijn we graag bereid om dat te doen. Ik kreeg ook al van een van de raadsleden het verzoek om ook eens een keer mee te lopen. Dit najaar hebben we dus een klankbordgroep in september. Nou, misschien is het mooi om het dan bij elkaar te doen. Want u heeft behoefte om te spreken over de toekomst van Samen Doen. En misschien kunnen we dan ook heel praktisch maken om dan ook de excursie erin te vlechten. Nou, is een suggestie. We komen er zeker nog op terug. Maar dit najaar komt het onderwerp Samen Doen zeker op de agenda. De heer Van der Mooren. Ja, u wilde toch nog even bij het fietspad Dunnewind zeggen van, goh, hoe kan het nou met die 57.000? Ik stel voor dat we dat punt even schriftelijk terugleggen. Daar krijgt u schriftelijk een antwoord op. En de kickbrief, meerdere fracties hadden het er al over, die gaan we dus inderdaad voor de zomer nog aan u sturen. Dan ga ik ook even nog even intern naar hoe het nou precies zat met die jeugdnoten, waar we die precies hebben besproken en hoe. Was het vorig jaar? Ah, dat is het. Ja, het was december. Ja, u heeft gelijk. Ja, maar we hebben het dus wel besproken. Ja. Ja. Goed, ik hoop dat daarmee dat misverstand uit de weg is. Dan de heer De Jonge nog. U legde in feite wel het punt neer bij het Laar. Van ja, maken we hier nou een participatietraject van en gaan we daarnaast een businessplan maken? Of andersom, maken we een businessplan zodat je dat in een participatietraject kan doen? Voor beide is iets te zeggen. Ik stel u voor dat de portefeuillehouder daar eens even rustig over nadenkt en u daarover gaat antwoorden. Want voor beide is echt iets te zeggen. Nou, op basis van de offerte die we hebben, kunnen we daar denk ik ook wel iets over teruggeven. Toch nog het punt over het verkeer. Is dat nou versnipperd? Nee, het is helemaal niet versnipperd. U heeft zelf de verkeersvisie vastgesteld. Er is een uitvoeringsplan. Alleen de coalitie heeft gezegd van, goh, van dat verkeer willen wij een paar dingen naar voren halen. In het bijzonder de brug. Dat is gewoon een politieke duiding. Dus geen versnippering, is alleen een andere politieke prioriteit. En het is aan u om dat al dan niet te accepteren. En tenslotte, die eruit, u had ook nog het punt van duurzaamheid, zitten er ook sancties bij? Bij mijn weten wel, maar ik ga dat nog even na. Ik moet dan even het contract lichten, hoe dat is. En daar zal ik u zelf nog even over informeren. Tot zover. Portefeuillehouder Schelen, hartelijk dank. We stellen vast dat er een paar losse eindjes zijn waar een toezegging gedaan is om nadien. En wij hopen met u voor de aanstaande raadsvergadering. Brief van Dunnewit. Precies. Ja. De beantwoordingen te krijgen. Hiermee hebben we inhoudelijk het onderwerp besproken. Mochten er nog vragen zijn, dan is daar nu geen ruimte meer voor. Maar dan wijs ik u graag op de mogelijkheid om dat alsnog in technische zin schriftelijk voor de raadsvergadering te doen. En dan hopen we dat we tijdig antwoord hebben, zodat we de inhoudelijke en politieke bespreking in de raad kunnen gaan plegen. We spraken al af, horende een aantal fracties, dat er behoefte is aan bespreking van dit stuk. Dus dat is hiermee besloten. Nou hoor ik aan mijn rechterzijde dat er toch nog een kleine interruptie is. Dus meneer Schelen, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, want ik denk dat de organisatie heeft zich echt uit de naad gewerkt om de technische vragen die er waren, om die te beantwoorden. Wij hebben nu het idee dat het ook echt goed gewisseld is. Als we nu weer een ronde van eventuele technische vragen inlassen, ja, dan verrommelen we wel het proces.
Dus ik zou je toch willen vragen om dit gewoon niet te doen. Ik denk dat de politieke punten duidelijk zijn. De fracties ook voldoende in positie zijn gebracht om die politieke punten te maken in de raadsagenda. Ja, en als we dan weer in de techniek gaan, dat zou heel jammer zijn, denk ik. En ik zou het de organisatie, die ook in een bijzondere staat is, ook niet, eerlijk gezegd niet willen aandoen. Met permissie. Dank u voor deze inbreng. Ik zal er niet meer op zeggen dan dat ik me uit ervaring kan voorstellen dat er teleurstelling is na een tweede termijn over de beantwoording van vragen. En dat mocht dat zo zijn en we willen voorkomen dat we dat in technische zin in de raad betrekken, dat die vragen als vervolgvraag, verdiepingsvraag eventueel gesteld zouden kunnen worden. En daarbij wil ik het graag laten. Zoals ik al zei, we besluiten dat dit als bespreekstuk naar de raadsvergadering gaat aanstaande. En is nu aan de orde agenda punt 6, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor realisatie van een zonnepark op vakantiepark De Lindenberg. En ik leid het graag inhoudelijk even kort voor u en vooral voor de kijkers thuis in. Het college heeft in november 2017 besloten in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de vestiging van een zonnepark op vakantiepark Landgoed De Lindenberg. Aan de Emslandweg, Balkenweg in Ommer. De locatie ligt schuin achter het tuincentrum aan de Balkenweg. De zonneinstallatie heeft een omvang van circa 1,2 hectare en past niet in het bestemmingsplan. De initiatiefnemer heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor 25 jaar om af te wijken van het bestemmingsplan. Het college is voor deze aanvraag bevoegd gezag. Voor de verlening van de vergunning is wel een verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig. En daar gaan we het nu over hebben en ik inventariseer graag even wie daarover het woord wil. Meneer Dunnewit. Dank u wel, voorzitter. We hebben eigenlijk twee raadsvoorstellen die volgens mij nagenoeg over hetzelfde gaan. Dus ik heb ook een aantal technische vragen gesteld die over beide raadsvoorstellen gaan. Ik zal me beperken tot de vragen die ik heb en die gaan eigenlijk over beide voorstellen. Dus als u mij toestaat, stel ik de vragen in één keer. En tenzij u zegt, ik wil het niet, dan doe ik in de tweede ronde nog een keer bij het volgende voorstel, maar dan krijg ik dezelfde vragen. Dus dat even vooraf. Dank voor het snelle beantwoorden van de technische vragen, want wat ons betreft prima verwoord. De inhoudelijke vraag hier voor de raadscommissie. De eerste vraag die we hebben is, hoe zijn of worden dergelijke ontwikkelingen opgenomen in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Ommen? De tweede vraag die we hebben is, wat is op dit moment het beleidskader van de gemeente Ommen waar we dergelijke ontwikkelingen aan kunnen toetsen? En stellen we als gemeente beleidsregels op rondom zonneparken? De derde vraag, wordt dit meegenomen in het nieuw op te stellen omgevingsplan in het kader van de omgevingswet? En zo ja, kan de wethouder hier al iets meer over aangeven. De laatste vraag die wij hebben is, hoe gaan we in de toekomst om met dergelijke ontwikkelingen? Met andere woorden, wat is onze ambitie en hoe integreren wij, wat de wethouder betreft, dit onderwerp binnen de Ommer-agenda? En hoe voorkomen we precedentwerking? En tot slot nog een kleine opmerking, voorzitter, als u mij toestaat. Best een ingewikkeld onderwerp. En het was misschien goed geweest dat we een informatiebijeenkomst vooraf hadden gehad. Met betrekking tot dit onderwerp hadden we wat informeler kunnen discussiëren wellicht. Maar dat is een tip die ik het college graag geef. Dank u wel. Meneer Dunnewind, dank u wel voor uw inbreng. En met name ook bedankt voor uw suggestie om beide onderwerpen gezamenlijk te benoemen. Omdat dat erg met elkaar in lijn is. En ik leg graag uw suggestie bij de andere fracties neer om eventueel in navolging van meneer Dunnewind hetzelfde te doen. Dat komt de efficiëntie van deze vergadering ten goede. Ik kijk even naar de fractie van de VOV. Ja, meneer Schulting. Ja, hallo voorzitter. Bedankt. Nou goed, de VOV-fractie die staat ook achter de opwekking van duurzame energie. En dus het gaat hier inderdaad om zowel punt 6 als 7. En kunnen wij van het college verwachten dat er gekeken gaat worden naar meer mogelijkheden tot duurzame opwekking van energie door middel van zonnepanelen op bijvoorbeeld de daken van scholen en sportparken bijvoorbeeld? Verder geen technische vraag over de zonneparken aan de Lindenberg en de Koevoordeweg, Driehoeksweg. Schulting, dank u wel. Ik kijk even naar de fractie van D66, meneer Mors.
Ja, dank voorzitter. Ik sluit me helemaal aan bij de heer Dunnewind. Welke beleidsregels gaan we in de toekomst ook met elkaar bepalen? Met name ook voor het gebruik van agrarische grond voor zonnepanelen. Als ik kijk naar deze twee concrete situaties. Ik zie in de conclusie staan dat het project een maatschappelijke meerwaarde heeft. Dus daar sluiten we graag bij aan. En wij zijn er dus ook voor. Eén vraag heb ik nog wel. Alle risico's die liggen bij de initiatiefnemers, heb ik begrepen uit de stukken. Dat houdt dus ook in, als mocht blijken dat de aansluiting op het netwerk, als dat te weinig capaciteit heeft en daar dus een capaciteitsuitbreiding zou moeten komen, hetzij door andere transformatoren en dergelijke, dat het ook voor rekening is van de initiatiefnemers. Tot zover. Dank u wel, meneer Mors. De fractie van de VVD, meneer Hutten. Kijk, hij doet het. Dank u wel, voorzitter. In navolging van mijn voorgangers, ja, ook de fractie van de VVD vindt het initiatief prima. Eén kleine opmerking hebben wij er wel bij. In de beide raadsvoorstellen wordt naar het andere plan verwezen als het gaat om de totale toename van het percentage duurzame energie. Omdat het twee aparte raadsvoorstellen zijn, is het wellicht handig om deze zinsnede achterwege te laten. Dat was het. Dank u wel. Partij van de Arbeid. Mevrouw Pol. Bedankt, voorzitter. Ik zou beide stukken inderdaad ook wel samen willen doen, mits het ook precies hetzelfde was. Dat is het niet. In het ene stuk is de Lindenberg aan de orde en daar wordt verwezen naar een woning aan de Driehoekweg. En in het andere stuk is de Bootsman aan de orde en er wordt verwezen naar een woning aan de Balkenweg. Volgens mij moet dat andersom. Dus de stukken zijn ook een beetje door elkaar gemixt door de schrijver, blijkbaar. Ja. Ik had een aantal vragen. Wij zijn natuurlijk hartstikke blij met burgerinitiatieven. Hè? Dat is logisch. Het ene burgerinitiatief vanuit het Ommepodium, de zonnepanelen bij de Bootsman. Ja, dat is wat ons betreft natuurlijk helemaal geweldig als dat zo kan. Wat wij wel willen vragen is of er gekeken is naar draagvlak. En dan weet ik dat het volgens het GOP moet dat, hè, of tenminste dat wordt verzocht om dat te doen, is bij het ene stuk ook gedaan. En dan heb ik het even over de Lindenberg. Daar is draagvlak gezocht onder de Vereniging van Eigenaren van het Recreatiepark. Maar is daar ook draagvlak onder de omwonenden gezocht. En dan andersom bij de Bootsman is draagvlak onder de omwonenden gezocht, middels een informatieavond. Maar is daar ook gekeken naar de eigenaren van het bungalowpark wat daar tegenaan ligt. Ik geloof de Berghorst, zo uit mijn hoofd. Dus dat was even dat. Even kijken hoor. Oh ja, dan heb ik nog. Ik maak me een beetje zorgen. Want het is heel mooi dat ze de doelstelling van Omme bijdragen. De doelstelling van Omme op gebied van duurzaamheid, energie opwekken. Of duurzame energie opwekken. Is 5%. Deze twee zonneparken samen zullen dat met 1% aan bijdragen. Dat is hartstikke mooi. Maar de vergunning is voor 25 jaar max. En dat betekent dat de toekomstgerichtheid eventueel in het geding is. Hoe wordt daar tegenaan gekeken door de wethouder? Gaat na 25 jaar, moet er dan een nieuwe procedure komen of stopt dat? En gaat die 1% dan weer van die 5% af? Of hoe moeten wij dat dan bekijken? En even kijken. Oh ja, ik vond het wel grappig. In het raadsvoorstel van de Bootsman, daar staat dat er komen varkentjes onder die zonnepanelen te lopen. Hartstikke leuk. Maar dat het een trekpleister vormt voor toeristen. Volgens mij vormt het een trekpleister voor iedereen. Dus kan voor toeristen daar gewoon uitgeschrapt worden. Dat lijkt mij gewoon. Ik bedoel, om en naar vinden denk ik ook wel een heel leuk gezicht. Eens even kijken. Verder even zien. Ja, nogmaals over die draagvlakken. De postcode roos zou in principe gehanteerd worden. Dat betekent dat mensen met aangrenzende postcodes kunnen participeren. Nou lees ik in het stuk dat dat niet kan.
En dan vraag ik me af of er ook een andere manier is om omwonenden erbij te betrekken. Misschien ook wel financieel. Om het draagvlak zo groot mogelijk te houden. En of er dan voldoende maatschappelijke meerwaarde is bij beide zonneparken. Dat zou ik wel even willen weten. Want bijvoorbeeld, ik heb een stukje uit de krant geknipt. In Wierden zijn ze ook bezig geweest met een zonnepark. En daar is het park gebouwd door lokale bedrijven. Nou lees ik in de stukken dat dat hier ook zal gebeuren, dus dat is helemaal top. Maar daar hebben ze ook met inzet van werkzoekenden uit de gemeente, statushouders die nog aan het inburgeren zijn en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, hebben ze de parken opgezet. En de inkomsten uit het zonnepark worden onder andere weer ingezet voor nieuwe duurzame projecten. Inwoners kunnen groene stroom met korting kopen en daarnaast hebben ze de mogelijkheid financieel te participeren en mee te delen in de opbrengst. Ik zou graag willen weten of er überhaupt is nagedacht over deze zaken bij beide parken. En daar wou ik het even bij laten. Bedankt. Dank u wel, mevrouw Pol. De fractie van de LPO, meneer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, uiteraard heeft de LPO kennis genomen van de pilots, willen wij het maar noemen. En daar zijn we zeker tevreden over dat die gaan plaatsvinden. Te meer ook omdat we met z'n allen hebben uitgesproken dat we nou niet zo voorstander zijn van molens. Denk ik dat dit een goed alternatief kan zijn. Maar toch hebben we ook wel enige zorg. En dat betreft ten eerste dat we toch wel graag zien dat met name in eerste instantie de daken zoveel mogelijk benut worden in plaats van landbouwgronden. Want daar zit natuurlijk toch wel een puntje. De LTO is daar ook wel duidelijk over dat ze toch wel bang zijn voor enige concurrentie om landbouwgrond. Het kan prijsopdrijvend zijn als dat ineens op deze manier ingezet gaat worden. Zeker als het goede landbouwgrond betreft. Dan wordt er hier gesproken bijvoorbeeld bij de bootsman van solitair. 4 hectare. Ja, welk criterium is dat dan precies? Want als het solitair 20 hectare is, kan het dan ook. En als het 4 hectare is die niet solitair is, kan het dan ook. Dus er wordt hier een soort beeld geschapen van het is 4 hectare solitair en daarom mag het. Dus is dat dan, en dan komen we dus bij het puntje beleid waar een aantal collega's het ook al over gehad hebben. Wat komt daarover in ons beleid? Voor een pilot hebben we daar niet zo heel veel problemen mee. Maar het zal wel toch op een bepaalde beleidsmatige manier ingekaderd moeten worden. Ook om verrommeling van het landschap tegen te gaan. En wat we als toeristisch ommen toch zeker niet willen. Nou, het draagvlak is al voldoende door mijn collega overgezegd, dus dat wil ik even overslaan. Dat komt vast in de beantwoording al ter sprake. Ja, nog even over die 25 jaar. Als wij goed geïnformeerd zijn, dan is na die 25 jaar is er zelfs opruimplicht. Dus dan is het niet een procedure opstarten, maar dan moet het inderdaad weer opgeruimd worden. Maar graag zien we dus de toekomstperspectieven voor een beleidsplan voor grondgebonden zonnepanelen. Dank u wel, voorzitter. Meneer Remmers, dank u wel. Wie van de fractie? Meneer Marsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, wij zijn er ook voorstander van, hè, om de punten maar tegelijk te pakken. Als ik nou nog als enige zou zeggen van dat wil ik niet, dan heeft u een probleem. Maar dat gaan we wel samen pakken. Wat betreft de Lindenberg, nou, daar wordt inderdaad wel gesproken over provinciaal beleid. Ik wil zo meteen nog wat zeggen over een aantal punten die collega's naar voren brengen als het gaat om lokaal beleid. We hebben wat betreft de Lindenberg een klein punt van kritiek als het gaat om het plan zelf, waar op bladzijde 9 staat gemeld dat vanwege de economische crisis de vraag naar recreatiewoningen stagneert en dat wordt dan als argument gebruikt om een zonnepark aan te leggen. Nou hoef je volgens mij maar heel even te googlen om te zien dat de markt voor recreatiewoningen echt booming is. Dus ik vond deze opmerking eigenlijk meer afbreuk doen aan het voorstel dan dat die echt als argument opgevoerd zou moeten worden. Nou, tenslotte lezen we over draagvlak, dus wij hebben op zich geen problemen met Lindenberg. Als het gaat om de bootsman, om het maar even zo samen te vatten, een vraag die een heel klein beetje aansluit op die van de PvdA. Wij hebben eigenlijk ook gelezen, we waren toen ook op de avond van het Ommerpodium waar het idee ook gelanceerd werd. Er werd toen ook gesproken over een win-win-win situatie, omdat er ook allerlei mensen mee zouden doen. Dat is later is dat er afgegaan en mijn vraag is eigenlijk van, is dat besluit om die mensen niet mee te laten doen, is dat voor 31 oktober 2017 gebeurd of na die tijd? Want dat was namelijk de avond van de omwonenden en de vraag die ik dan hierop aansluit is van, is het dan nog steeds draagvlak? Ik kan me voorstellen als je dingen verandert, dat het misschien ook in het draagvlak wat zou kunnen veranderen.
En de tweede vraag, ja, die sluit eigenlijk naadloos aan. Ik ben ook gewoon heel blij dat heel veel collega's hem ook gesteld hebben. Is van ook het dilemma waar wij heel erg mee zitten. En ik noem hem toch, ik vind hem belangrijk om te noemen. Is van in welke mate wij gewoon bereid zijn om vruchtbare agrarische gronden te onttrekken aan de voedselproductieketen. Dat vonden wij echt wel een moeilijk punt. We lazen inderdaad, zoals ook een collega zei, van er wordt hier gesproken over een niet relevante hoeveelheid landbouwgrond. Ja, laten we dat maar eens een keer met z'n allen gaan definiëren. En als er dan morgen een agrariër komt en die wil graag 10 hectare gronden en we constateren dat hij nog heel veel daken heeft, ja, dan denk ik bij mezelf, en er ligt ook nog asbest op, dan denk ik bij mezelf van ja, dan zouden we veel liever die agrariër het dak op willen sturen. Eventueel met een subsidie, want ik weet hoe moeilijk dat ligt, maar toch even de prioriteiten van, en daar lijkt me goed om met z'n allen wel eens even goed over na te denken, wat we hier in de gemeente om willen met, op dit, met dit onderwerp. En daar wil ik het bij laten. Dank u wel, meneer Marsman. Dan hebben we hiermee de vragen in de eerste termijn gehad. En geef ik graag ter beantwoording van uw vragen het woord aan de portefeuillehouder, de heer Bongers. Ja, hij doet het. Oh nee, dat mocht u niet zeggen. Dank u wel. Ik begin bij de heer Dunnewind van het CDA. Terecht wordt er door meerdere fracties gevraagd van wat wordt het beleid op dit gebied. Maar allereerst, we hebben natuurlijk wel een beleid op het gebied van duurzaamheid. Daar wordt ook in de stukken over geschreven. We willen met z'n allen duurzamer, we moeten duurzamer. Dat is ook een transitieopgave. Dus in dat opzicht is er zeer zeker een beleid. Maar het heeft meerdere componenten, ook het ruimtelijk effect. Waar een aantal raadsleden al naar refereren van hoe ga je nou om met landbouwgrond. Wanneer of je landbouwgrond op en wanneer niet. Dat is, zoals eigenlijk al de ChristenUnie is geopperd, eigenlijk een beleidsmatige keuze. En dat lijkt me iets wat ook de Raad zelf zou moeten bediscussiëren. Waar leg je de grens? Het gaat nu om één veld wat redelijk solitair is. Dat kunnen we wel vaststellen. Maar 4 hectare, ja, waar leg je de grens? Dat is, daar moeten we met elkaar over praten. In dit geval denk ik dat het wel een, ja, nogmaals, het is een solitair stuk. Dat je kunt niet echt van een economisch grote oppervlakte spreken. Dus ik denk dat dat wel een rechtvaardiging verdient. Maar goed, we moeten daar beleid op maken. En dat heeft zeker ook samenhang met de omgevingsvisie. Dus het zal over meerdere portefeuilles gaan. Dat moeten we nog onderling denk ik wat afstemmen. Maar daar moeten we ook zeker op terugkomen. En daar zou een informatieavond ook heel nuttig bij kunnen zijn. Even kijken, vergeet ik daar iets in? Nou, anders komen we erop terug. Ja, er wordt ook door de VOV geopperd over meer mogelijkheden op scholen en sportparken. Maar naar mijn mening hebben we daar als Ommen al behoorlijk vooruitstrevend de afgelopen jaren ons best op gedaan. Ik weet dat er recentelijk bij de hockeyclub weer een dak belegd is met zonnepanelen. Ik weet dat bij de atletiekvereniging, bij het zwembad, bij het buitenbad, de scholen, de Vechtalcollege is belegd met zonnepanelen. Dus ik denk dat wij daar grote stappen als voorbeeld hebben genomen. Ik zeg niet dat het daarmee uitputtend is, maar nou, ik denk dat daar in ieder geval de gemeente zelf een goed voorbeeld heeft gegeven. Ja, nou ja, D66, de discussie wanneer is het agrarische grond prevaleert ten opzichte van de zonnepanelen. En de vraag aansluiting op het net, een technische vraag, maar dat is uitgezocht. Dat is het risico van de initiatiefnemer en de initiatiefnemer zal dat ook moeten betalen als daar extra voorzieningen voor getroffen moeten worden. Ja, VVD was niet echt concreet in de vragen, maar wel met een opmerking. Ja, PvdA, de vraag van hoe kunnen andere mensen bijvoorbeeld in de omgeving profiteren van zo'n initiatief. Als de Roos, postcode Roos niet van toepassing is. Het is in beide gevallen, zowel de Lindenberg als bij de Bootsman, is sprake van een individueel, een particulier initiatief, niet van een coöperatie. Dus het is aan de initiatiefnemer om daar zelf, nou, laten we zeggen, draagvlak voor te creëren. Om daar zelf te kijken van hoe kan ik mijn omwonenden daarmee positief enthousiasmeren. Dat lijkt me niet iets om daar vanuit de gemeente iets op te leggen. Het zou mooi zijn, laat dat duidelijk zijn.
Maar nogmaals, dat is het initiatief van de initiatiefnemer, of de initiatiefnemer die bepaalt dat. En de een doet dat in de vorm van wat educatieve maatregelen. En de ander heeft daar een andere idee over. Maar dat is aan de initiatiefnemer. De opruimactie na 25 jaar, daar durf ik niet helemaal zeker een antwoord op te geven. Dus die zou ik graag nog eventjes schriftelijk willen beantwoorden. Wat betekent het na 25 jaar? Naar mijn weten is, ook nog even over de Partij van de Arbeid, het draagvlak bij de bootsman voldoende aanwezig. Er is ook gereageerd op opmerkingen, die zijn meegenomen. Dus wij hebben geen aanwijzingen dat er geen draagvlak zou zijn. Sterker nog, is het draagvlak zowel omwonenden als de mensen die op het park, nagelegen park wonen. Nou, de LPO gaf het ook aan, daken meer benutten. En de concurrentie met de landbouw, ja, dat is een herhaling van zetten. Ik denk dat we daar met z'n allen nog een keer diep over na moeten denken, waar leggen we de grenzen. Maar dit zijn wel kansen en ik denk dat we die kansen moeten benutten. Ja, het ChristenUnie heeft dat eigenlijk hetzelfde verwoord. Waar leg je de grens als het om vruchtbare landbouwgrond gaat? Dat waren mijn antwoorden, eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. Dan kijken we even wie er, en ik zie al minstens één vinger voor de tweede termijn, zou ik willen zeggen, aanvullende vraag heeft. En het woord heeft meneer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Ik moet zeggen, de wethouder is heel bekwaam in het heel snel formuleren van de antwoorden op een viertal vragen. Met één of twee zinnen. En dat is echt wel een compliment waard wat mij betreft. Maar het is niet helemaal een antwoord op mijn vraag. En dat is dan wel wat jammer eigenlijk, want ik hoor u zeggen van moeten met de raad, moeten we dat, al die regels gaan opstellen. Alleen met deze twee die liggen er nu, hè, deze twee voorstellen, dat snappen we ook. En we snappen ook dat duurzaamheid dat ook door moet gaan, hè, dat is ook een duidelijk punt, daar is beleid over. Maar waar leggen we die zonneparken neer? En dat is wel een punt en meerdere fracties hebben dat ook al aangegeven. Daarom hameren wij ook op regels dat we zeggen van, willen we zonneparken voor landbouwgrond? En dat is ook al door meerdere fracties aangegeven. En daar moeten we denk ik vooraf regels opstellen. Zodat we ook een meetlat hebben waar we langs kunnen toetsen, zeg maar. En nu is het zo, want nu ligt er bij wijze van spreken, volgende week ligt het volgende voorstel. En dan zeggen we, oh shit, het ligt er weer. Ja? En dan gaan we weer over de orde van de dag. En voor het weten ligt om me vol. Dus, en dat willen we eigenlijk voorkomen. Dus eigenlijk de vraag van wanneer gaan we die regels opstellen met elkaar. En de andere vraag die we hebben, ik had even een opmerking gemaakt over de ommeragenda. We hebben daar zeg maar pas in de raad ook over gesproken dat we daar met z'n allen voor willen gaan. En misschien is dit ook wel een heel mooi thema om daaraan te koppelen. Laat het een pilot zijn of weet ik veel wat. Maar laten we er werk van gaan maken. Niet alleen maar papier, maar ook daadwerkelijk gaan handelen. Dank u wel. De fractie van de VOV, meneer Schulting. Dank u wel, voorzitter. Nou goed, er was alvast terecht opgemerkt inderdaad dat er best wel wat stappen zijn gemaakt de laatste jaren op het gebied van zonnepanelen op daken. Maar goed, er zijn nog een aantal andere mogelijkheden. Misschien zoals bijvoorbeeld hier op het gemeentehuis, de sporthal, de carousel. Goed, de VOV zou dan ook graag mee willen denken. En aan het ontwikkelen van het beleid hier op het duurzaamheidsgebied. En ja, wellicht dat we ook, zoals al werd opgemerkt door een aantal collega's, toch de daken die nu nog niet volgelegd zijn, toch wel kunnen aanjagen als het ware, om die wel vol te leggen met zonnepanelen. Dank u wel. Dank u wel. D66, meneer Mors. Ja, dank u, voorzitter. De portefeuillehouder heeft ons getriggerd met de opmerking van dat Omme staat voor een taak om een stuk duurzaamheid te realiseren. Maar stel nu, want deze zonnepanelen worden ook meegenomen in de taakstelling die we hebben. Stel nu dat over een paar jaar, bijvoorbeeld bij de Lindenberg, die grond opeens toch veel meer waard is om het alsnog bungalows op te plaatsen. Dan worden die zonnepanelen weggehaald. Is er dan ook een verplichting om elders weer zonnepanelen te leggen of het gewoon te verplaatsen? Of is er gewoon dan een verbod op het plaatsen van recreatiewoningen? Want het zijn zonnepanelen. Meneer Mos, dank u wel. Meneer Hutten, VVD. Voorzitter, dank u wel. Beschouw het maar als een beginnersfout.
van mijn kant uit. Ik was in, de veronderstelling dat we ook nog een keer zouden praten over de Boosman. Dus ik pak die nou wel gelijk mee. Voorzitter, ik kreeg een beetje de kriebels van allerlei verhalen die ik hier hoor. En ik voel me toch geroepen om toch even een lans te breken voor dit project. Er wordt gesproken over landbouwgrond. Nou, dat klopt inderdaad. Nou, ik ben zelf iemand die zeer actief geweest is, helaas, in de landbouw. We praten hier over een stukje wat bebouwd wordt van 3 hectare. Nou, als dat ingesloten ligt, ja, het is landbouwgrond, maar daar heb je ook alles mee gehad. Er komen varkens onder te lopen. Wolvarkens, nou, dat vind ik sowieso wel heel goed. Nou, varkens is agrarisch, dus waarom zou je daar moeilijk over doen? Ik hoor je net ook dat je over 25 jaar waarschijnlijk opruimplicht hebt. Nou, ik kan me dat werkelijk waar niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat je eerst moet vragen om iets te gaan bouwen, wat je later weer moet afrekenen. Dat gaat erbij gewoon niet in. Dus in dat opzicht zou ik daar niet te zwaar aan gaan tillen. Dan heb ik nog van mijn collega van de Partij van Arbeid gehoord over de arbeid die daarmee gemoeid is om die beneden te plaatsen. Nou, het gebeurt inderdaad in het verleden doordat er echt wel personeel ingehuurd moest worden die het anders niet gewerkt zouden hebben. Laten we het dan maar even zo noemen. Dat is puur gebeurd uit tekort aan personeel. Dus al met al wil ik eigenlijk samenvatten dat wat mij betreft, wat ons betreft, praat hier niet al te lang over en laat het gewoon doorgaan. Dank u wel. Meneer Hutte, dank u wel. U hoorde al in de eerste termijn dat uw inbreng niet zozeer als vraag werd bestempeld. En ik wil u graag meegeven dat ook in uw tweede termijn u een heftig pleidooi houdt om er vooral voor te gaan. Maar er zaten weinig vragen in uw inbreng besloten. Dus in dat geval zult u ook niet, veronderstel ik, de antwoorden van de wethouder krijgen. De fractie van, Partij van de Arbeid, mevrouw Pol. Ja, dank u wel. Ik wou nog even terugkomen op die 1%, want als er een opruimplicht is waar we dan antwoord op krijgen via schriftelijke weg, dat is allemaal prima, dan vervalt die. Dan heb je dus na 25 jaar technisch gezien nog maar 4%. Dus ik denk dat je dit sowieso mee moet nemen in beleid. Want, en dan voor de lange termijn, dus niet voor 4 jaar, 5 jaar, maar gewoon echt lange termijn. Want anders dan kom je die doelstelling, daar kom je nooit aan. Of tenminste, hij vervalt dan na een aantal jaar. Dus dat lijkt me niet goed. Dat moet gemonitord worden. Ik heb 1 ding vergeten. De stukken zijn een beetje door elkaar gemixt. Nou ja, dat heb ik gezegd, hè? En ik hoop dat dat even wordt nagekeken. Maar er staat ook in het raadsvoorstel, bladzijde 4, vierde alinea van boven van de Lindenberg, dat daar staat de Lindenberg genoemd als zijnde, dat moet de Boosman zijn. Dus bladzijde 4, vierde alinea van boven, in het kader van het principeverzoek is becijferd dat, samen met het voorgenomen zonnepark op vakantiepark de Lindenberg, bladibladibla. En dat staat in het stuk van de Lindenberg. Dus volgens mij moet het andersom. Dat was het. Dank u wel, meneer Remmers, zie ik. Ja, dank u wel, voorzitter. Dan toch nog even kort. En misschien een antwoord op de heer Hutte. Volgens mij heb ik nog niemand gehoord die tegen deze pilots was. We hebben alleen gezegd van, goh, het zou goed zijn om te komen tot beleid. Alvorens we straks nog veel meer van deze pilots krijgen waar we nog niet op voorbereid zijn. Dus, en alle argumenten die daar waren over landbouwgrond en dat soort zaken, betreft dus niet deze 2 pilots. Dat betreft met name alles wat we in de toekomst willen gaan doen. En daarom stelt de LPO voor om inderdaad deze pilots gewoon te honoreren en uit te voeren en goed de vinger aan de pols te houden met alle suggesties die erbij gedaan zijn. Maar daarnaast wel te komen tot een snelle aanpak om te komen tot beleid op dit terrein. Want we voorzien toch een verrommeling en we willen dus ook graag dat daar een set aan standaards komt waarin waaraan het beeldkwaliteitsplan moet voldoen, waarin de draagvlak is meegenomen en dat soort zaken. Dus we willen graag de wethouder oproepen om inderdaad toch snel naar ons terug te komen met dan wel een informatieavond, dan wel met een concept beleidstuk waar we met z'n allen, want het schiet altijd wat makkelijker als er wat ligt, dan wanneer we vanuit nul moeten beginnen, om te komen tot een snelle aanpak, zodat we na deze pilot in eerste instantie even een streep kunnen trekken, beleid kunnen gaan maken en vervolgens dan de overige projecten kunnen gaan beoordelen als die op ons afkomen. Tot zover, voorzitter.
Meneer Remmers, dank u wel. Had u ook een vraag? U had geen vraag. Bedankt voor uw betoog. Dan kijk ik naar ChristenUnie, meneer Marsman. Ik heb nog een hele korte vraag, toch om het wat duidelijk te krijgen, is van de wethouder had het net inderdaad dat er wel draagvlak was bij de omwonenden. Dat draagvlak is natuurlijk op enig moment gepolst. Mijn vraag blijft nog steeds van, was dat voor de bewuste datum van die avond? En misschien, ja, misschien overvraag ik u daarmee, dat weet ik niet. Maar ik was wel even nieuwsgierig om te horen of dat draagvlak ook er nog is op dit moment. Dat is eigenlijk gewoon even de bottom line van mijn vraag. En voor de rest wil ik toch ook wel reageren. Kijk, wij zijn best positief over beide initiatieven. Laten we daar geen misverstand over hebben. De bedoeling is wel geweest van ons, en ik weet dat ik daar weer aansluit op een aantal collega's, maar is wel om de discussie te starten om nu wel zo snel mogelijk tot enigszins wat beleid hier omtrent te komen. Kijk, het stuk van de Lindenberg is geen enkele discussie. Het is braakliggend, sluit aan op provinciaal beleid. Ik denk dat wij in Ommen daar ook helemaal geen moeite mee hebben. Het andere plan zijn wel landbouwgronden, ligt solitair, heeft een combinatie met agrar, kun je wel zeggen, met de varkentjes. Dus in die zin vinden wij dat ook een plan wat best door kan gaan. Maar laten we nu wel voorkomen dat we straks voor moeilijke keuzes komen te staan. En dat is eigenlijk de reden waarom ook de fractie van de ChristenUnie zegt van, laten we dan ook zo snel mogelijk kijken of we daar een soort van beleid op kunnen gaan voeren. Maar wat ons betreft kunnen beide voorstellen, wat ons betreft kunnen doorgaan. Meneer Marsman, dank u wel. Dan is in tweede termijn de portefeuillehouder aan het woord, meneer Boers. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, terecht geeft de heer Dunnewind van het CDA aan van er moet een maatregel komen, er moeten regels komen. Wij zijn ook zeer zeker voornemens om dat te organiseren. Dat gaat weliswaar mijn collega doen. Die heeft energie, duurzaamheid in zijn pakket. Hier gaat het vanavond om de ruimtelijke inpassing voor deze specifieke projecten. Maar we zullen daar in algemene zin beleid op moeten maken. En dat doen we samen. Dus daar komen we zeer zeker op terug. Nou, nogmaals, de daken die gaan we zeker zoveel mogelijk benutten. Het gemeentehuis heeft al een aantal zonnepanelen, zoals u weet. Ja, D66... Voorzitter. Sorry. Mag ik de wind? Heel fijn dat u erop terugkomt. Om te voorkomen dat Ommen vol ligt met parken, dan graag een termijn eraan koppelen. Kunt u dat enigszins inzichtelijk maken wanneer we daarover komen te spreken? Portefeuillehouder. Meneer Jasper Feijer. Ja, voorzitter. Mijn antwoord zal niet zijn in maanden, maar wellicht kent u uw eigen lange termijn agenda beter dan ik die nu ken. Maar we gaan er zeker mee aan de slag. En ik zal mijn best doen in de oproep die ik beluisterd heb om te zeggen van stel de raad nou in die kader, stel de rol aan de voorkant. En een opmerking die ik ook wil plaatsen, dat is van pas ontzettend op voor het projectontwikkelaar effect. Zodat niet, dit zijn initiatieven die gewoon uit Ommen komen. Maar als er ook het effect komt van beleggen, dan kunnen er wel eens vreemde vogels op dit soort projecten komen. Dan is het heel terecht dat u zegt van hoe gaan we daarmee om. Dus mijn antwoord heel kort, ik zal er schriftelijk op antwoorden, zodat we een planning kunnen maken en dat u aan de voorkant van het traject komt. Dank u wel. Beetje gestuntel. Meneer Asfraai, bedankt voor uw toevoeging en dan is nu het woord weer aan de portefeuillehouder, meneer Boers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er werden wat vragen gesteld van wanneer als een park ophoudt, in verband met misschien dat toch de vakantiehuisjes interessanter worden dan de zonnepanelen. Ja, de opgave is natuurlijk altijd een dynamisch gegeven van hoeveel zonnepanelen liggen er en wanneer haalt ze er weer van het dak af. Dat is een zaak die zo dynamisch en zo in beweging, dat is een kwestie van continu monitoren van wat is de stand van zaken. En daar zijn instanties voor die dat ook bijhouden, mits het allemaal keurig opgegeven is. Dus daar is, en daar kun je weer alsnog met actuele gegevens weer nieuw beleid op maken, mocht dat nodig zijn. Mag ik daar wel een korte vraag op stellen? Dank u zeer. Het huidige bestemmingsplan is recreatiewoningen. Blijft dat dus ook bestaan? Dat was eigenlijk mijn vraag. Ja. De Bons. Zeer zeker. Ja, die blijft bestaan. Dan is er nog de vraag over de draagvlak met betrekking tot de situatie bij de Bootsman. Er is een informatieavond geweest op 31 oktober 2017. En daarin zijn geen echte bezwaren of onoverkomelijke zaken aan de orde geweest. Ik hoop dat ik daarmee
de heer Marsman voldoende beantwoord heb. Met alle respect, dat heeft u niet. Want mijn vraag is inderdaad van, is het besluit om de omwonenden niet mee te laten doen, is die voor die datum gevallen of na die datum? Die vraag, die moet ik u schuldig blijven, dan komen we, die krijgt u schriftelijk. En vandaar, sorry meneer de voorzitter, dat ik ook vroeg van, is het draagvlak op dit moment hoog genoemd? Dan denk ik over, nou dan is het prima. Maar mijn vraag is even van, ik kan wel gezegd worden dat het draagvlak is. Maar het kan uitmaken of dat voor die datum is gezegd of na die datum. Omdat de mensen dan te horen krijgen dat ze in één keer niet meer mee kunnen doen. En je weet nooit hoe ze dan in hun hoofd anders gaan denken over bepaalde plannen. Meneer Boers? Kijk even de informatie naar. Nou, ik denk dat het goed is dat we daar gewoon even schriftelijk op terugkomen. Dan kunnen we een exact antwoord, geven. Oké, dank u wel. Dan hebben we de twee termijnen gehad. En we hebben te maken met twee verschillende agendapunten. En we hebben het ons veroorloofd om, op voorspraak van meneer Dunnewind, om beide agendapunten over zonneparken min of meer te combineren. Het besluit over of het een bespreek dan wel een hamerstuk zou kunnen worden, dat moeten we, en dat wil ik graag voorstellen, separate te doen. U heeft een aantal toezeggingen gehoord van de portefeuillehouder in de zin van wat aanvullende informatie en wellicht ook de mogelijke adreswijzigingen, verwisselingen in de stukken die schriftelijk nog even kunnen worden nagegaan. Waarvoor dank. En dan rest de vraag, dit gezegd hebbend, of u dit als een bespreek dan wel een hamerstuk wilt behandelen. En dan gaat het dus voor de goede orde in dit geval in eerste instantie over het zonnepark bij de Lindenberg. Wie wil, voorzitter, wat ons betreft kan het een hamerstuk zijn bij de voorstellen. We onderschrijven de duurzaamheid en alles wat we in de termijn hebben gezegd. Daar sluiten we graag mee af. Dank u wel. Meneer Dunnewind, dank u wel. Is er iemand die dit agendapunt wil bespreken in de raad? Ik heb wel een toevoeging, meneer voorzitter. Wat ons betreft zijn het ook twee hamerstukken. Maar we zouden wel graag willen dat we voor de raadsvergadering een indruk krijgen van hoe het vervolg over dat vraagstuk waar we het over gehad hebben, hoe dat eruit zou kunnen zien. In ieder geval iets van een proces van hoe gaan we dat aanvliegen. Dat we zeker weten dat het op de rit is. Meneer Jaspers, kunt u daar een toezegging in doen voor de raadsvergadering? Voorzitter, ik zou wel willen, dat kan ik niet. Ik zou u willen vragen, dan leg ik het initiatief liever bij u, als uw lange termijn agenda niet duidelijk genoeg is. Stel er dan een schriftelijke vraag over, zou ik zeggen. Maar u mag erop op van aankunnen dat we ons best doen. Want we hebben de baat bij dat er een actueel beleidsstuk is. En mij ontbreekt gewoon even de kennis van hoe actueel is actueel. Maar gezien uw vragen heb ik het signaal begrepen. Voorzitter. Oh. Ja, voorzitter, sorry hoor, maar dit gaat me een beetje te snel wat de ChristenUnie doet. Want ik gaf net aan dat wethouder Vrijer juist het goede antwoord gaf. Want het beleid maken wij. En het is goed dat er een stuk komt. De kaderstellers doen wij als gemeenteraad. En ik kan me voorstellen dat daar een onderlegger vanuit het college van komt. Maar om dat binnen 14 dagen te doen, dat gaat me veel te snel. Wij als VOV-fractie willen graag meewerken aan het ontwikkelen van beleid hierin. Vinden we ook superbelangrijk. Maar daar moeten we de tijd voor nemen. En ik begrijp wat de heer Marsman bedoelt. Voordat we onomkeerbare besluiten nemen, denk ik dan maar. Maar ik wil hier graag de tijd voor hebben. Ik zou graag een onderlegger liggen van het college zien waar wij als raad de kaders en het beleid op kunnen ontwikkelen. Meneer de voorzitter, ik vraag niet om een beleidsstuk. Hè. Dat is gewoon te veel gevraagd, dat besef ik ook. Ik zou graag willen horen hoe we het gaan aanvliegen. Wanneer kunnen we iets verwachten? Dat we het in ieder geval op de rit krijgen. En ik begrijp ook wat de wethouder net zegt. En daar heb ik ook wel gevoel voor. Als hij zegt van ik wil dat nog even aankijken. Hoe het past in de lange termijn agenda. Vind ik ook prima. Dus met die toezegging zeg ik ook bij deze van. Laten we wat de ChristenUnie betreft deze twee stukken gewoon als hamerstuk aftikken. En dan krijgen we TZT te horen hoe we dit gaan verder gaan aanvliegen. Voorzitter. Dank u wel. Interruptie van meneer Dunnewind. Nou, geen interruptie, misschien meer een mededeling, voorzitter. Volgens mij hebben we 14 juni een informatiebijeenkomst over het ruimtelijk domein. En misschien kan dat een mooie eerste aanzet zijn.
Bedankt voor uw suggestie. Blijft over de vraag of Den Hamer dan wel bespreekstuk is. En ik krijg de indruk dat het zonnepark Lindenberg als hamerstuk naar de raad kan. Dat is het geval, dan besluiten we dat al dus. Dan gaan we door naar het zonnepark De Bootsman. Gelden daar andere inzichten? Dat is niet het geval, dan besluiten we dat ook deze notitie, dit voorstel als hamerstuk naar de raad gaat. En stappen we over naar agenda punt 8, overleg met het college. Het onderwerp luidt verkaveling woonpercelen Hoek Koesteeg De Maat in Ommen. En als korte inleiding, ook voor de kijkers thuis. Het gaat hier om een gewijzigde verkaveling van de woonpercelen op de hoek Koesteeg De Maat in Ommen. In plaats van 2 woningen aan de Koesteeg wordt 1 woning aan de Koesteeg en 1 woning aan de Maat toegestaan. De raadscommissie wordt gevraagd het college te adviseren om te starten met de vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan Wonen Herziening De Maat Koesteeg Ommen door het ontwerp van het plan 6 weken ter inzage te leggen. Wie wil daarover het woord? De inleiding was langer. Ik hoor inderdaad dat de inleiding langer is dan de vragen waarmee het lijkt me duidelijk is dat het college het advies krijgt om hier vooral mee door te gaan. Dan is aan de orde, dacht ik, de rondvraag. Dat is zo. We hebben 2 rondvraagpunten en er is iets een beetje ongebruikelijks aan de hand. Ik wil u vragen eerst de VOV en dan de VVD om achtereenvolgens de rondvraagpunten in te brengen. Op verzoek van de wethouder, of de portefeuillehouder, meneer Jaspers Vaaier, omdat de vragen in lijn zijn met elkaar en in één keer zouden kunnen worden beantwoord. Of dat het geval is, dat zien we nadien wel, maar ik stel allereerst meneer Schulting van de VOV in de gelegenheid de vragen te stellen over het 11 aprilplein. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben een kleine rondgang gehad door het centrum en een aantal winkeliers die hebben we daarbij gesproken. En er kwamen een aantal vragen bij hun naar voren. Zoals wanneer de doorgang weer toegankelijk zou zijn. En welke actie het college gaat ondernemen om aan de wens van de winkeliers te voldoen om er zorg voor te dragen dat het 11 aprilplein weer spoedig als doorgang voor het winkelend publiek geopend kan worden. Dank u wel. De Schulting, dank u wel. Dan de vraag van de VVD, meneer Hutten. Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, het is praktisch dezelfde vraag als van de collega's van de VOV. Onze vraag is, wat gaat de portefeuillehouder doen om tot oplossingen te komen voor de genoemde problemen, of voor de problemen in de genoemde brief? Juist, dat was hem. Dank u wel. Meneer Hutten, dank u wel. Dan is aan het woord de portefeuillehouder, meneer Jaspers Vaaier. Dank u wel, voorzitter. Wat gaat de portefeuillehouder doen? Een soort test. Hij is er en u heeft een actieplan Centrum Ontwikkeling vastgesteld. Ik denk dat er ook wel misschien een dieperliggende vraag achter zit van wie heeft nou de regie op al die ontwikkelingen? Ik vind dat best wel een interessante vraag en het minste wat ik kan doen is u toezeggen dat ik op korte termijn contact opneem en ook gewoon in contact treed met de handelsvereniging Ommen. Zodat we ook inderdaad zo spoedig mogelijk die doorgang weer vrij kunnen hebben. Ik wil u niet teleurstellen, want ik heb wel de informatie gekregen van zowel de ontwikkelaar als de aannemer dat het voor de bouwvak niet lukt. En dat heeft simpel te maken natuurlijk met een scala aan redenen, dit kan niet en dat kan niet. Ik noem hier simpelweg de druk die al op de tijdsplanning lag. Er hoeft maar iets te gebeuren, bijvoorbeeld een verschuiving in prioriteitsstelling, HEMA, Vechtkade of het 11 aprilplein. En het een heeft alweer gevolgen voor het ander. Het punt waar we heel erg belang aan hechten, dat is gewoon de verantwoordelijkheid voor de veiligheid. En de aannemer en ontwikkelaar hebben gezegd, dat is echt een ding van doorslaggevend belang. Dus leg er als politiek niet te snel de druk erop van het moet en het zal. Want anders kun je wel eens in situaties komen, denk aan Haaksbergen, waar liggen dan verantwoordelijkheidsvraagstukken achteraf. En die willen ook graag niet tegemoet zien. U mag van mij de inspanning geloven dat we dus op korte termijn met de handelsvereniging contact opnemen. Dat we dus via de warme kant contact hebben hierover, zodat ik hun goed begrijp. En dat we met elkaar zoeken naar oplossingen wat het beste haalbaar is. En dit is mijn antwoord.
Portefeuillehouder Jasper Swaier, hartelijk dank. Dan zijn we toe aan de sluiting van deze vergadering. Niets meer aan de orde zijnde. En dan is het, stellen we vast, 9 minuten voor 9:30 waarop deze vergadering is gesloten bij deze. Nu de vergadering gesloten is, wijs ik u er graag op dat er aansluitend aan dit overleg een besloten bijeenkomst plaats heeft voor de raadsleden en de plaatsvervangend commissieleden. En ik stel voor even een hele korte pauze in te lassen, zodat er ook wellicht plaatsvervangend commissieleden die nog niet aanwezig zijn binnen kunnen komen. Dan wel degene op de publieke tribune die niet aan het criterium voldoen, de gelegenheid te geven de zaal te verlaten. Dank u wel.